Ja, dames en heren, fijn dat jullie er weer zijn bij ons laatste debat in de reeks Project Europa. Een reeks van debatten over de meest urgente Europese thema's. We hebben al 3 debatten gehad. Goede debatten, vurige debatten, misschien wel visionaire debatten. Na het eerste debat over de vluchtelingen sloeg echt de vlam in de opiniepan eigenlijk over dit heikele onderwerp in heel Nederland en in heel Europa. Daarna hadden we het over TTIP. En tijdens ons TTIP-debat, ongeveer tegelijkertijdig, gingen honderdduizenden mensen de straat op in heel Europa om te protesteren tegen dit handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Natuurlijk, het klonk wat minder sexy, de energieunie. Maar wat schetst mijn verbazing? Enkele weken nadat wij het hier over de energieunie hebben gehad, werd er in Parijs misschien wel een historisch klimaatakkoord gesloten. Dus we kunnen wel zeggen dat we hier in het brandpunt van de actualiteit staan, hier in de Bali. Dus als je wil weten wat er over enkele weken op het journaal zal zijn en in de krantenkoppen te bewonderen zal vallen, dan moet je hier zijn. Ook nu weer. We hebben een debat georganiseerd rondom een thema wat eigenlijk nog helemaal niet op de radar staat. Maar dat zal binnen enkele weken veranderen. Want vanaf 1 januari 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Jawel, dames en heren, vanaf 1 januari mogen wij een half jaar voorzitter zijn van dat mooie project Europese Unie. Daar gaan we het vandaag over hebben. Wat houdt dat precies in? En om daar een beetje inzicht in te krijgen, beginnen we met een filmpje. February 7, 1992 was a day to celebrate. 12 European countries signed the Treaty on European Union. The Maastricht Treaty was designed to integrate Europe into one political and economic superpower. It would reduce trade barriers, creating the world's largest free market made up of 340 million people. To further promote trade, it could create a single currency for all 12 nations by the end of the 90s. The path to the treaty began in the 50s when trade and custom unions formed in Western Europe. Their goal, to rebuild economies that were destroyed by World War II. These pacts led 6 nations to form the European Community in 1967. The EC's customs-free common market was so successful, another 6 countries joined by 1986. In 1991, member nations gathered in Maastricht, the Netherlands, to finalize details of the Treaty on European Union. They decided the EC should develop its own defense force, foreign policies, labor agreements, and common currency. Germany's Helmut Kohl called the treaty a decisive breakthrough, and France's Mitterrand said Europe was embarking on a great adventure. Europe was faced with the challenge of transforming 12 governments and their currencies into one by the end of the century. Tja, kijk eens. De goede oude tijd. Nederland nog echt als... ga vooral zitten. Als teamspeler in het Europese team. We gaan het erover hebben met een hele mooie opstelling van gasten. Ik wil graag verwelkomen Mr. Europe, Laurens Jan Brinkhorst. Daar zit hij. Kunt even gaan staan. Dan kan u een applaus in ontvangst nemen. Dat wordt ouder voor u. Ja, neemt u even plaats. Dan kunnen we even praten over de rol van Nederland als voorzitter. Nederland als gidsland of niet. Was dat zo? Ik maak even van de gelegenheid gebruik nu er nog wat gasten binnenkomen. Ja, zijn deze mensen gefouilleerd of doen we daar hier aan in de Bali? Ja, neem plaats. Daarachter zijn nog wat plekjes. Daar links ook nog. Ja, welkom, Mr. Europe. Nogmaals, ik moet even de introductie van onze andere gasten ook even afmaken. We hebben natuurlijk ook Mr. Kritisch on Europe, Arend-Jan Boekenstein. Ga maar even staan, dan kunt u ook een applaus in ontvangst nemen. Nee, blijf eens rustig zitten, maar dan kunnen de mensen zich alvast een beetje warmen aan uw gezelschap in de zaal. Het is een grote eer en genoegen om Carolien de Gruyter te verwelkomen. Carolien, waar ben je? Ja. Kijk, iedereen die haar niet kent, moet zich natuurlijk schamen. Zij is gewoon sinds jarenlang onze gids in Europa-verslaggeving. Ik lees haar column in de NRC elke week trouw. Want als je wil weten
hoe het er in Brussel aan toe gaat, dan ontkom je niet aan de columns en de boeken ook van Caroline de Gruyter. Fijn dat je er bent. Ja. De leider van de Groenen in het Europese parlement is hier, Philip Lamberts. Als Belg weet hij tot op de millimeter hoe dik de nek is van een Hollander. En hij zal ons dat vertellen in een vlammende keynote, mag ik hopen. Ja, dus ik verheug me daar nu op. U zult zich ook mengen in het debat. Dus van harte welkom. Dan hebben we nog even een verhindering, die is weer opgevangen. Indra Rumguns van SOMO zou een column uitspreken over een Nederlandse specialiteit, de belastingontwijking. Maar zij is vervangen door Roos van Os. Roos van Os. Maar goed, meneer Brinkhorst, fijn dat u er bent. U heeft dat filmpje net gezien. Ja. De goede oude tijd, Nederland was nog teamspeler, iedereen deed nog gezellig mee. En volle vaart naar voren, zonder die hinderlijke euroskepsis en al die kritische vragen over Europa, toch? Nou, er zijn natuurlijk inderdaad heel veel dingen veranderd. Het belangrijkste is wat Nederland betreft, dat we van een land dat vooruit wilde gaan, ook duidelijk nieuwe plaats van Nederland in een democratisch Europa, een tegenstribbelaar zijn geworden, een aarzelaar, een kabinet dat uitdrukkelijk zich de borst slaat dat ze niet weten welke visie er moet zijn. Dus we zijn op dit ogenblik toch een erg naar binnen gekeerd land geworden. Maar de tweede belangrijke reden is dat wat er toen gebeurde was, we gaan als Europa vooruit. Er zijn nu twee hele grote crisis die elkaar min of meer overlappen. De ene is de euro, waar we onvoldoende voortgang gemaakt hebben, ook van de economische integratie. Er is dus een Noord-Zuid tegenstelling. Ja, even voordat we daarop in, want ik denk even nou, ja, u bent natuurlijk zo slim, en ik ben niet zo slim, dus ik moet even nadenken over wat u zegt. Maar u zegt eigenlijk, toen was geluk nog heel gewoon. Ja, maar ik wil er drie dingen. Dat snap ik. Maar wat voor mij belangrijk is, vond u het toen beter dan nu? Of vindt u het nou juist prettig dat het democratische gehalte van de Europese Unie wat omhoog gaat, omdat meer mensen zich ermee bemoeien en ook kritisch mee bemoeien? Nee, kijk, de situatie 92 en 2004, we leefden in een hele andere wereld. Het was net het einde van de tweedeling van Europa. Mijn generatie heeft 40 jaar geleefd in een splitsing tussen Oost- en West-Europa. En heeft gedacht, het Westen is mooi en democratisch en rijk. En het Oosten is communistisch en arm en ondemocratisch. 92 was het moment dat die scheiding wegging. Dat Duitsland voor het eerst verenigd werd. En het was dus een sfeer van optimisme. Maar belangrijk is dat Europa ook op dat ogenblik als een voorbeeld in de wereld werd gezien, dat landen met enorme nationalistische tegenstellingen na 100 jaar oorlog onder elkaar samen konden werken. De situatie nu is dat we langzamerhand worden gezien als een verouderd continent. De macht verschuift van het westen naar het oosten. En we zijn nog niet in staat op dit ogenblik om de nationale staten in een breder perspectief te zetten. Dat is het grote verschil. En dan krijg je natuurlijk ook de situatie dat het voorzitterschap Nederland een heel ander perspectief heeft. Het woord gidsland, daar moet ik altijd een beetje om lachen. We zien onszelf altijd graag als gids. Ik zou zeggen, gids hoezo en waarheen? Want als je een kabinet hebt dat zegt, ik weet helemaal niet waar ik heen wil, ja, dan is het vanzelfsprekend dat je het alleen maar als een markt ziet, dat je ook niet veel kunt verwachten. Juist. Goed dat u over dat begrip begint, gidsland. Dat is een natuurlijke brug naar het volgende filmpje, toen Nederland wel degelijk gidsland wilde zijn. En we kunnen in het filmpje zien hoe dat toen afliep. Minister Van den Broek arriveerde in Brussel met het vooruitzicht van scherpe kritiek op de ontwerptekst die het Nederlandse voorzitterschap de 11 lidstaten heeft voorgelegd. Die vinden deze tekst veel te federalistisch, radicaal en eigenzinnig. In deze kritiek ligt duidelijk het verwijt dat het Nederlandse voorzitterschap de mogelijkheden voor een Europese politieke unie niet goed heeft ingeschat. Ik denk nog steeds dat de inhoud goed is, maar kennelijk was de reuk wat verkeerd. De indruk bestaat dat de werkgroep die onder leiding van staatssecretaris Dankert de ontwerptekst opstelde, zich te veel heeft laten leiden en beïnvloeden door de sterke federalistische opvattingen die er leven binnen de Nederlandse politiek en inkringen van hoge ambtenaren van buitenlandse zaken. De waarschuwingen daartegen klinken al weken, maar zijn in de wind geslagen. In Den Haag begint men zich zorgen te maken. Niet voor niets heeft premier Lubbers laten weten dat hij bereid is tot veranderingen. En hij overweegt nu zelfs een persoonlijke rondreis te maken door de gemeenschap om de stemming te peilen. Het begint zo'n beetje te lijken op een operatie Red Maastricht. Want een échec daar
zal voor Nederland zeer zwaar wegen. Ja, Hans van den Broek, we zien hem weglopen, was destijds minister van Buitenlandse Zaken. Hij had wel een visie, hij wilde een politieke unie. Dat explodeerde in zijn gezicht. Toen was Nederland wel gidsland, stak zijn nek uit, bijna met fatale gevolgen eigenlijk. Ja. Dus misschien is het juist niet zo slim om gidsland te willen zijn. Nou ja, het hangt wel wat voor gids je wilt zijn. Ik heb een iets ander oordeel over die Zwarte Maandag. Ja? Nederland wilde weliswaar op een aantal punten meer federalisme, maar op het punt van de buitenlandse politiek bijvoorbeeld helemaal niet. Op het punt van de buitenlandse politiek wilden we de NAVO nog steeds vooruitzetten, zonder te realiseren dat de wereld in Europa veranderd was. En daarmee hadden we dus ook een aantal landen die op zichzelf best verder wilden op politiek gebied tegen ons vervreemd. Maar op zichzelf is het waar, het verdrag van Maastricht is de start voor iets nieuws geweest. Jammer genoeg heeft Europa niet die dingen gedaan die in het verdrag stonden. Op het punt van de economie en monetair een EMU maken. Op het gebied van grenzen veranderen, inderdaad een grenzeloos Europa, maar wel met een positieve integratie, dat wil zeggen met grenzen aan de buitenkant. En we worden nu geconfronteerd met onze onmacht van de jaren 90, toen het allemaal heel goed ging, om dingen te doen. En toen de crisis kwam, dus die tweede verschil, grote verschil met nu, de crisis van 2008, 2009, de financiële crisis, was Europa niet klaar. En hebben we dus eigenlijk moeten pompen of verzuipen. Dat we niet te min de afgelopen jaren die euro versterkt hebben met een bankenunie en dus toch geleidelijk aan ook meer Europese budgetten samen hebben, is ondanks die euroskepsis ontstaan, omdat de druk van buiten te groot was. En het alternatief heel slecht. Denkt u maar eventjes na wat er gebeurd was als Griekenland uit de euro was gegaan, 6 maanden geleden. Dan was het nu geen deel van Europa geweest en dan was die vluchtelingenstroom totaal in verwarring naar Europa gekomen. Er gebeuren nu ook verkeerde dingen. Maar het is toch zo dat in ieder geval de grens van Griekenland met Turkije een basis is om dat Europa op het punt van Schengen, dus dat grenzeloze Europa, toch sterker te maken. Kortom, het allerbelangrijkste is, en dat zien we te weinig, en zeker in Nederland, is dat er enorme machtsverschuivingen zijn. De machtsverschuiving, nog 20 jaar geleden, of zelfs 10 jaar geleden, was Europa en Amerika een beetje in het centrum van de wereld. Ik wil niet zeggen dat dat goed is, maar dat was wel de situatie. Nu spreekt niemand meer over de G7, nu praten we over de G20. Nu praten we over China als de tweede macht. We praten over Europa als een verouderd continent dat bezig is een museum te worden. Vanmorgen in de krant, in de Engelse krant, stond een verhaal van Tony Barber. Dat was een heel aardig stuk. Die zei, eigenlijk is Europa een smeltende gletsjer. Als je praat over klimaatverandering is dat heel mooi. Een smeltende gletsjer betekent dat geleidelijk aan steeds minder ijs en steeds meer water. En we maken ook geen indruk meer. 10 jaar geleden kon je nog zeggen, Europese mensenrechten, democratie, dat maakt indruk in de rest van de wereld. Er zijn nu uitdrukkelijk landen in het oosten die zeggen, ja, als Europa zijn eigen dingen niet kan doen, dan hoeven we ook niet verder naar ze te luisteren. Dus ik ben nu op zichzelf, ook over het komende voorzitterschap, aanmerkelijk minder enthousiast en positief, hoewel ik het belangrijk vind dat we geconfronteerd worden met de realiteit, dan destijds. Maar gidsland zullen we zeker niet zijn. Maar is Nederland wel gidsland geweest in het verleden? Hoe moeten we dat zien? We hebben altijd gedacht dat we gidsland waren. We hebben altijd gedacht dat we gidsland waren. Nederland heeft altijd het gevoel gehad, lieve heer, dank u wel, dat ik wat beter ben met mijn buren. Onze vriend Philip zal dat over zeggen, denk ik. We vinden natuurlijk Nederland beter dan Duitsland. Het was een slecht land met de Tweede Wereldoorlog. We vinden België, het begint eigenlijk al voorbij de Maas. Hè? Ten zuiden van de Maas. Daar liggen Brabant en Limburg, generaliteitslanden. Ja, en dan krijg je, na België komt Zwitserland, komt Frankrijk. En we hoeven helemaal niet te praten over Italië. Dus ons beeld is, nogmaals, lieve heer, dank u wel, ik ben wel beter dan mijn buren. Maar dat vinden de andere landen niet helemaal. Dat is ook nooit zo geweest. Ik denk niet dat het ooit zo geweest is. We zijn eigenlijk 1,5 eeuw onzijdig geweest, neutraal geweest. Tussen 1815... We hebben net gevierd 200 jaar koninkrijk, tussen 1815 en 1914. Want wij het enige land, en gelukkig maar, waar nooit oorlog is gevoerd. We waren onzijdig, onafhankelijk, maar neutraal.
De vredesconferentie van 1899 is in Nederland gehouden, omdat we het enige land waren waar geen conflicten waren geweest. Ja, dus Nederland is eigenlijk, het feit, we zijn eigenlijk nooit gistland geweest. We zijn altijd een beetje, we hebben met alle winden een beetje meegewaaid. Ja, en vooral, we dus, zijn altijd eerst de plaats koopman en dan dominee. Ja, eerst we zeggen dat we dominee zijn, maar als het erop aankomt, dan wint de koopman het altijd van de dominee. Ja, goed. Het voorzitterschap van Nederland. Stel, u was de baas van alles, u had dat toverstokje. Hoe zou Nederland dat idealiter moeten invullen? Wat zou als eerste gefixt moeten worden in Europa, volgens u? Nou, om te beginnen, ons voorzitterschap. Nou, om te beginnen moeten we een aantal crisis oplossen. Die euro moet versterkt worden. Er moet een veel sterker economisch beleid worden gedaan naast het monetaire beleid. Die vluchtelingencrisis, daar gaan we wel, denk ik, een rol spelen. We moeten zorgen dat Schengen overeind blijft. Schengen betekent grenzen tussen Europa overeind houden, verdwijnen, maar een sterke buitengrens. Dat is de enige manier dat we ook dat terugkrijgen kunnen. Is Schengen in gevaar op dit moment? Nou, het zou kunnen zijn. Het zou kunnen zijn. Alleen het alternatief voor geen Schengen, dan sommigen willen dat, is grenzen dicht. Alleen al tussen Nederland en Duitsland en België zijn 375 grensovergangen. Wie ooit denkt dat Nederland er beter van wordt, dat we de grenzen gaan sluiten, mag het zeggen. Niettemin. Ja. Er zijn politieke partijen die dat als hoofdthema hebben, grenzen dicht. Ja, maar even, dus u zegt gewoon twee superbelangrijke thema's. De euro en de vluchtelingen. En de vluchtelingen. Ja, dan komen we meer naar het realisme van vandaag. Dat voorzitterschap, dat is toch eigenlijk een soort ceremoniële functie die eigenlijk helemaal, dat stelt eigenlijk niks voor. Nou, dat is wat sterker, maar het is anders geworden. In het verleden was gedurende 6 maanden... het voorzitterschap in handen van het land, de Europese Raad, dus de Raad van Premiers en van Ministers, ja, werd voorgezeten door het land. De Raad van Buitenlandse Zaken werd voorgezeten door de minister van Buitenlandse Zaken. De Economische en Financiële Raad werd voorgezeten door het land. Maar Europese Raad, Buitenlandse Zaken, Economie en Financiën worden allemaal voorgezeten door vaste voorzitters. En die vaste voorzitters, en ik ben daar persoonlijk heel blij om, kunnen natuurlijk ongeacht de crisis in ieder land afzonderlijk een betere invloed uitoefenen. Het zijn geen zonnekoningen. Hè. Een vroege collega van mij zei, als we een vaste voorzitter krijgen, dan krijgen we een zonnekoning. Dat is natuurlijk altijd flauwekul geweest. Maar het is wel belangrijk dat je één figuur hebt. Meneer Van Rompuy destijds, nu meneer Tusk. Ja. Dat zijn figuren die alleen maar ervoor moeten zorgen dat die 28, en dat het moeilijker dan toen het 12 of 14 waren, het met elkaar eens werden. Ja, precies. En nou, we hebben dus Tusk, zeg maar, als voorzitter van de Raad van Regeringsleiders. Dus dan heb je aan zo'n officieel voorzitterschap, daar heb je eigenlijk niks aan. We zijn eigenlijk concierge van Tusk een half jaar lang. Dat vind ik niet. Nee, op Nederland is op één gebied belangrijk. Dat is de kwestie van het vluchtelingenvraagstuk. Er is in Europa geen aparte raad van justitie die voorgezeten wordt door een vaste voorzitter. En dat wordt dus Nederland. Dus meneer Van der Steur nu. Ik kan dat wel afwachten, maar in ieder geval hij kan het voorzitterschap hebben. En dat betekent wel iets belangrijks, want hij moet ervoor zorgen dat de grenzen in Europa niet opnieuw worden ingevoerd. Er werd kort geleden gesuggereerd een mini-Schengen. Maar wat betekent een mini-Schengen? Dat betekent dat je tussen Duitsland en Frankrijk weer grenzen gaat maken. Nou, we hebben dat filmpje gezien. Wie denkt in Nederland dat Duitsland ooit een grens zal maken met Frankrijk, moet het maar zeggen. Daarvoor is al die wereldoorlog geweest. Ja, maar dus als ik u goed beluister, kan minister van der Steur van Justitie. Op dat gebied denk ik, kunnen we heel redelijk. Want hij is dan de voorzitter van alle ministers van Justitie. Ja. En dan kan hij dat in die half jaar moeten proberen iets te regelen. Natuurlijk met anderen erbij. Ja. De Europese Commissie speelt een rol bij het Europees Parlement. Maar is het realistisch dat hij daar een wat sturende rol, een regisserende rol in kan opeisen? Weet u, de agenda staat vast. De agenda staat vast. We weten wat we moeten doen. We moeten aan de ene kant de grenzen buiten Europa sterker maken. Dat is een Europese grenswacht. Dat geeft problemen, want dat betekent toch dat landen iets moeten opgeven wat ze in het verleden alleen deden. Maar dat kan niet anders, want als je een Europese grote ruimte hebt, dan zijn die grenzen eigenlijk poreus. Dat zie je dagelijks gebeuren. In de tweede plaats, we moeten wat aan die vluchtelingen doen om te identificeren wie mag erin, wie mag er niet in. Ja. Dat kun je best aan de grenzen doen. Ja. Derde plaats, je wilt proberen dat er de hotspots zijn, dus buiten de randen van Europa, proberen dat ze voor een deel goed worden opgevangen. En de rest kan verdeeld worden over de rest van Europa. Dat zijn gigantische problemen. Ja, nog even tot slot van dit tweegesprek. Hoe ziet hij, wat zijn de kansen dat het een succesvol voorzitterschap wordt? Of zal het gewoon als een nachtkaars uitgaan? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat daarvoor de problemen te groot zijn. Het merkwaardige is,
talloze malen is Nederland, is gezegd, er is een crisis in Europa, dat verdwijnt. De euro verdwijnt, de Schengen verdwijnt. Ik denk dat gezien die derde ontwikkeling die ik net noemde, dat we steeds minder relevant worden als Europa en de rest van de wereld, dat de druk, met name bij de grote landen, om toch meer samen te werken, het uiteindelijk zal winnen van het nationalisme, van de neiging om zichzelf naar binnen te keren. Optimistisch over het project Europa en dus? En Nederland, ja, het project Europa, dat zijn wij zelf. Ik bedoel, het is niet alsof dat er vreemde mensen zijn die Europa afleggen. Nederland is Europeaan. Dat we dat soms niet voelen, dat is een probleem. Er is geen leiderschap in dit land. Maar dat betekent niet dat we geen Europa meer hebben. Nee, maar dat betekent wel dat als er genoeg mensen zijn die er negatief tegenover staan, dat het wel kan imploderen, toch? Dat betekent dus dat Nederland steeds minder te zeggen heeft, want ik denk dat een groot aantal landen graag door wil gaan. Neem maar even twee landen, Griekenland en Spanje. Griekenland heeft de grootste crisis gehad van alle landen van Europa. Als je nu aan de Grieken vraagt, wil je uit Europa of niet, dan zegt nog steeds 80% we blijven erin. Spanje heeft een dictatuur gehad. Denkt u dat Spanje ook met nieuwe regeringen die problemen gaan geven, ooit zal zeggen we gaan uit de Europese Unie? Dus het is een wonderlijke gedachte dat oplossingen van Europese problemen zijn om er maar uit te gaan. Vandaar dat ik dat Brexit zo'n vreselijk onderwerp vind. Brexit is het uittreden van Engeland. Voor niets is het een oplossing, alleen het houdt ons af van de echte problemen. Brexit is een totaal non-probleem wat mij betreft, maar het houdt ons bezig. Terwijl we ons bezig moeten houden met Syrië, we moeten ons bezig houden met Rusland, met de Oekraïne, worden we afgeleid door de Britten die plotseling het gevoel hebben van we willen uit de Europese Unie gaan. Wordt dat nog een thema tijdens ons voorzitterschap? Ja, zeker. De eventuele Brexit. Het zal waarschijnlijk, denk ik, onder ons voorzitterschap tot een referendum komen. Okay. En daar kan hopelijk Nederland wat aan doen, want we houden het meeste van de Engelsen. Klopt, ja. We hebben een goede band met Engelsen. Ja. Dank u wel. Ja. Goed. Dank meneer Brinkhorst. U kunt even blijven zitten, hoor. Ja, dan is het nu tijd voor de leider van de Groenen in het Europees Parlement, de heer Philip Lamberts, met zijn keynote speech van de avond. U kunt, daar is het katheder. Ja. Ik zal misschien mijn notas daar leggen, maar ik spreek liever hier vlak voor u. Dus eerst ben ik geen... mijn moedertaal is niet Nederlands, dus u moet met mij geduldig zijn. Omdat, ik ben wel Franstalig en eigenlijk in het Frans opgevoed, maar ik heb Vlaams geleerd. Niet perfect Nederlands. Dus Bas, ik spreek onder uw toezicht. Ik kom uit België dus, een klein land, kunstmatig land, wiens motto is eendracht maakt macht. L'union fait la force. En voor ons is het vrij... Enfin, het lijkt misschien hoe langer hoe minder evident voor de Belgen, maar voor ikzelf zeker wel, dat eigenlijk als je soevereiniteit wilt hebben voor je democratie in een geglobaliseerde wereld, de enige manier voor ons Europeanen is samen. Dus ik hoor hoe langer hoe meer mensen die denken, Nederland op zijn eigen, Duitsland op zijn eigen, Hongarije op haar eigen, zullen een beter lot krijgen dan samen. Dat is totaal flauwekul. Nochtans, ik hoor die opinies steeds meer stijgen in Europa en zeker in Nederland. Ik zal erop terugkomen. Maar dus, ik ben zeer bezorgd. Ik heb ook onlangs Frans Timmermans horen spreken. Hij is bezorgd, ik ook. Ik moet zeggen dat de basiscomponenten van onze Europese Unie zijn nu bedreigd. De eurozone-crisis is niet opgelost, helemaal niet. Nu Schengen is bedreigd. En dus vrijheid van verkeer is ook een van de kernelementen van het Europees project. En die is nu ook bedreigd. Dus de Nederlandse voorzitterschap neemt plaats in een context dat toch... zwaar weegt. Het is geen business as usual voorzitterschap, zou ik zeggen. U hebt over de eurocrisis gesproken, over de vluchtelingencrisis, de Schengencrisis. Er zijn een hele hoop conflicten aan onze deuren. Oekraïne wordt hier besproken, hoor ik. Maar ook Libië, Syrië, Irak en dergelijke meer. Brexit dreigt ook. Dus ik bedoel, er is toch...
Het is een context dat vrij veel werk zal vergen van de voorzitterschap. En ja, je zou de roterende voorzitterschap kunnen beschouwen als een soort ja, secretariaat van de raad, maar eerlijk gezegd, als ik naar Tusk kijk, ik zie daar geen zonnekoning, moet ik zeggen. Het is meer iemand die eigenlijk een totaal gebrek aan visie heeft. Juist een anekdote, maar ik heb hem maar één keer privé ontmoet. En dus hij heeft een ronde gemaakt van de fractieleiders, dus ik ben daar samen met mijn collega Rebecca Harms geweest. Afspraak om 9:00, hij komt 10:10 binnen. Ja, 9:00, het is toch vroeg, nee, zei hem. Dat was zijn eerste woorden. Ja, ik moet hier werken, hè, en dat is vrij moeilijk blijkbaar. Maar, dus dat is maar een anekdote, maar die mens leek mij totaal visieloos te zijn. En dat blijkt ook uit zijn uitspraken, denk ik. Hij is meer een follower dan een leader, hè. Dat is duidelijk. Dus wij hebben leadership nodig van de Nederlandse voorzitterschap. En ik zou zeggen, ja, Nederland heeft troeven. Ja, dat is een van de zes stichter lidstaten. Dus ik zou zeggen, dat geeft ervaring. Zeker. En in theorie een zekere wil om ons project verder te zetten. Dat betwijfel ik hoe langer hoe meer, maar bon. En ook dan een ervaren administratie, zou ik zeggen. Omdat eigenlijk het succes of niet van een voorzitterschap ligt ook aan de kwaliteit van de mensen die rond de verschillende tafels zullen gaan zitten om te onderhandelen. En onderhandelen... Ja, dat weten de Nederlanders, denk ik. Hè? Hoe het... Nee? Nou, de Belgen zijn er misschien nog wel beter in. Die zijn wat diplomatieker. Ik zou zeggen, ik heb toch wel respect voor de Nederlanders ook op dat gebied. Harde onderhandelaars. Jullie eigenlijk weten iets verkocht te krijgen, denk ik. Ja, dat wel. Ja. Dat wel. Jullie zijn verkopers, denk ik. Ja, we hebben hele goede onderhandelaars. Ja, ja. 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 Dus, Nederland heeft dus troeven, maar ik heb twee bezorgdheden. En het eerste is eigenlijk het feit dat de euroskepsis is hier aan het stijgen en op een manier dat ik eigenlijk niet graag heb. Omdat... Als je naar Frankrijk kijkt, je hebt daar Marine Le Pen en misschien een stuk van het extreem links die eigenlijk eurosceptisch geworden zijn. Maar de rest van de politieke klas, ja, oké, okay, op Sarkozy na, blijft toch achter het Europees project. Hier, wat zie ik? De socialisten, de liberalen, de christendemocraten, dus de drie... Sommige liberalen. Vele, vind ik. Vele. Van die liberalen. Misschien D66 minder dan de VVD. Maar VVD, sociaal-liberalen, maar we zijn ook liberalen. Ik hoor, akkoord. Ja. Maar ik hoor weinig euro-enthousiasme vanuit de VVD-banken, hoor. Je moet er naar uitkijken. Hè. Je moet nu niet 3 keer 8 keer minder gaan roepen van minder euroscepticisme. Ja. Dat kan verkeerd uitgelegd worden. Dat zal ik niet doen. Nee, maar ik bedoel, dus in plaats van de euroscepties te vechten met argumenten en feiten. Wij Europeanen zijn eigenlijk 7% van de wereldbevolking. Tezamen, 7%, dat is niet veel. Nee. Ja. Duitsland op haar eigen is 1%, alleen een dik procent. Frankrijk een klein procent. Nederland telt niet, België nog minder. Dus dat is een feit. Dat moet me toch in acht nemen als men politieke beslissingen neemt. Hoe kunnen wij invloed hebben, dus Nederland op haar eigen? Dat zal gewoon niet lukken. Dus die feiten moeten op tafel gegooid worden en dan moeten wij in een argument gaan met de eurosceptische partijen. En dat zie ik niet in Nederland. Ik zie de traditionele partijen eigenlijk met de wind gaan. En ja, hun publieke opinie, of wat zij denken dat de publieke opinie is, gewoon volgen. Dat noem ik leadership niet. Nee. En dat ontbreekt. Dus je hebt leadership nodig in Europa, maar je kunt dus vaststellen dat eigenlijk de huidige, grotendeels de huidige politieke klasse in Nederland weinig leadership heeft. Dus dat is een probleem. Tweede probleem is dat uit eigen gedrag moeten wij dus vaststellen dat Nederland een heel zwart spel aan het spelen is op niveau van de bedrijfsbelastingen. Eigenlijk per capita is Nederland Europees kampioen geworden. Ja, in voetbal niet,
Dat zal zeker niet lukken. Nee, niet deze keer. Maar jullie blijven Europees kampioen per capita wat belastingsontwijking betreft. Dus jullie zijn kampioen geworden. Oh, Luxemburg, om eigenlijk... vooruit. Luxemburg iets meer. Per capita is Nederland nog hoger. Dus ik gebruik de statistieken van de BRI, dus La Banque des Règlements Internationaux. Hoe zeg je dat? Wat is de afkorting in het Engels nu? De centrale bank van de centrale banken. De BIS. De BIS, ja. Dus ze nemen metingen van de financiële stromen binnen en buiten een land. Ja, Nederland is op dat gebied groter dan Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Japan tezamen. Tezamen, oké? Okay? Er moet iets zijn. Dus is er een grote wasmachine hier die eigenlijk geld wit maakt? Dat weet ik niet, maar enfin, bon, er moet iets zijn. En je zou kunnen denken, oké, na LuxLeaks zou je verandering zien. Wel, niet zo. Wat blijkt uit de geheime papieren dat we krijgen van bepaalde weggroepen in de Raad, blijven Nederland en Luxemburg vechten tegen meer integratie op dat gebied. Dus dat zijn twee negatieve punten die ik zou willen vermelden over de stand van zaken hier in Nederland. Dus die Nederland wat zwakker zou kunnen maken in haar voorzitterschap. Nu, zal Nederland durven met voorstellen te komen? Omdat het ligt ook daaraan. Als je een succesvolle voorzitterschap wilt hebben, moet je durven met voorstellen afkomen, op tafel gooien, om proberen een overeenkomst te vinden. Eurozonecrisis. Believe it or not, 150 jaar nu, naar de unificatie, hoe zegt je dat? Unification in het Nederlands. Hoe zegt je dat? Vereniging van Duitsland. 150 jaar daarna is Duitsland niet homogeen geworden, economisch gezien. 25 jaar na de hervereniging van Duitsland is het nog niet homogeen. Dus hebben wij cohesiemechanismes nodig om Duitsland samen te houden. Duitsland is gestart als een douane-unie, een Zollverein. Ja, Europa is nu een monetaire unie. We hebben nog geen... Dus we hebben een federale munt zonder federale staat. We hebben wel een federale centrale bank. Dus wij hebben cohesiemechanismes nodig. En die ontbreken nog. Men spreekt, ja, we zouden een gemeenschappelijk economisch beleid moeten voeren. Ja, zeker en vast. Maar kijk naar Duitsland toe. Duitsland, die theoretisch een gemeenschappelijk politiek beleid, economisch beleid heeft, is nog steeds niet homogeen. Dus droomt niet van een economisch homogene Europa. Dat komt niet van de grond in onze generatie. En nog niet in de volgende. Dus wij hebben cohesiemechanismes nodig, zowel voor de privésector, en dat noemt men een banking union, die totaal onvolledig is. Maar dan moeten wij ook een budgettaire unie hebben. En niet de budgettaire unie van iemand zoals Schäuble, die zegt eigenlijk, ik wil alleen maar regels. Nee, ik moet mechanismes hebben die solidariteit mogelijk maken. En dus, een budgettaire unie, wat betekent dat? Wel, een unie aan de kant van de inkomsten en een unie aan de kant van de uitgaven. Bestaat dat? Inkomsten helemaal niet. Uitgaven 1% van het BBP van Europa. Dus dat is niet genoeg. Zal Nederland durven de huidige voorstellen van de commissie pushen om de banking union te vervolledigen? Met name gemeenschappelijk deposito-waarborg. Schäuble wil er niks van horen. Zal Nederland toch proberen een overeenkomst daarop te pushen en misschien te forceren tegen de goesting van ons vriend Schäuble? Dat wil ik van Dijsselbloem zien. Dat is een eerst voorbeeld. Tweede, op niveau van de inkomsten zal Nederland helpen om eigenlijk meer convergentie te hebben in zaken bijvoorbeeld bedrijvenbelasting. Er zijn voorstellen op tafel, zowel aan de kant van meer transparantie over
de balansen van de grote bedrijven, maar ook over een gemeenschappelijk belastingsbasis voor bedrijfsbelastingen. En die zitten in de koelkast al jaren. Zal Nederland misschien een beetje een positieve rol daarop innemen om die te pushen? Dat, ik vraag het mij af. Als je naar de vluchtelingencrisis kijkt, er zijn 1 beslissingen genomen die nog niet uitgevoerd zijn geweest. En ja, Nederland wil eigenlijk resultaten. Dus Nederland zou moeten durven de verschillende lidstaten pushen om de verdelingsplan eigenlijk waar te maken. Maar dan ook is er nu een voorstel van de commissie om een gemeenschappelijke grenspolitie te creëren. Er zijn heel veel problemen eraan verbonden. Er is een ambitie aan de kant van de Raad van tenminste een overeenkomst te hebben tussen de verschillende lidstaten over die 6 wetsvoorstellen tegen het eind van de Nederlandse voorzitterschap. Dat zal al moeilijk zijn. Merkel wil zelfs een overeenkomst met het parlement. Dus je zou, Judith, aan de Europese top vorige week. Dus de schriftelijke conclusies waren dus een overeenkomst op niveau van de Raad. En dan gaan we met het parlement onderhandelen. Maar Merkel zei, nee, ik wil een overeenkomst tegen het einde van de Nederlandse voorzitterschap. Overeenkomst tussen parlement en Raad. Good luck. Maar daar is er heel veel werk aan de hand, omdat ja, wij moeten onze gemeenschappelijke grenzen samen beheren, maar wat op de tafel ligt, is een beetje scheef, denk ik. Dus op juridische basis zijn er zware problemen, maar ook politieke problemen die wel opgelost zullen moeten geraken. Nu, derde ontwerp. De conflicten die aan onze deur aan de gang zijn. Wat kunnen we eraan doen? Ja, Europa op haar eigen niet zoveel, maar toch, er is 1 zaak dat allerbelangrijkst voor ons is. Als we een gemeenschappelijke strategische visie willen hebben, om een gemeenschappelijke buitenlands beleid te kunnen hebben, moeten wij, denk ik, zo snel mogelijk energetisch onafhankelijk worden. Het is zeer moeilijk om sancties tegen Poetin te nemen als je van Poetin afhangt voor 70% van je energievoorraad. En dus de groene energietransitie, een pan-Europees energiewende naar hernieuwbare energie, is niet alleen maar een groen project, een milieugedreven project, maar wel een strategisch project. Men spreekt hier van onafhankelijkheid. Zeker niet tegen het einde van het Nederlandse voorzitterschap, maar daar zou ik eigenlijk leadership van Nederland willen zien. Om niet alleen maar de interconnecties tussen de verschillende nationale energienetwerken, maar echt om de conclusies trekken van de COP21 en dan proberen stukken ambitieuzer in te grijpen om sneller onafhankelijk te worden. En dan 4e onderwerp, Brexit. Dat zal sowieso onder Nederlandse voorzitterschap beslist worden. Dat is moeilijk op te lossen, omdat daar voel ik dat Cameron zich eigenlijk zichzelf in een hoek geplaatst heeft. Ik weet niet goed hoe zijn verschillende eisen hoe wij de andere 27 kunnen tegemoetkomen aan zijn 4 reizen en zeker 2 van die. Dus meer bescherming voor de niet-eurozone landen, eigenlijk een soort blokkeringsminderheid in de wetgevende proces, dat lijkt mij moeilijk te slikken, maar ook beperkingen aan de vrijheid van verkeer van mensen in Europa, dat zal zeker sowieso moeilijk zijn. En zelfs met de beste wil vanuit Nederland, ik zie niet goed hoe een overeenkomst kan gevonden worden. En ik moet ook toegeven, ik heb niet de indruk dat de meeste Britten zullen over die 4 punten hun beslissing maken. Ik denk dat de meeste Britten zich helemaal niks van aantrekken. Ze willen ofwel binnen blijven, ofwel buiten gaan. Maar
laat staan wat die vier punten, of de onderhandeling over die vier punten zal leveren. Dus ik denk dat eigenlijk de kernvraag voor Groot-Brittannië is, oké, denken wij dat wij meer soevereiniteit zullen hebben op ons eigen, of samen met een gedeelde soevereiniteit. Ik denk dat eigenlijk de nationale soevereiniteit van kleine landen zoals Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, eigenlijk een illusie is. En de enige manier om die terug te vinden is door onze soevereiniteit te delen. Het is vrij evident voor België of Nederland, maar het is ook, denk ik, vrij evident voor Duitsland. Een laatste punt over, ja, maar wij zijn rijk. Dus Duitsland is rijk en Duitsland zou kunnen denken, oké, we kunnen ons plan trekken, dat gaat geen probleem zijn. En Nederland zou kunnen zijn, ja, we zijn sowieso een soort toeleverancier of haven van Duitsland, dus het zal ons lukken. Vergeet niet dat 2/3 van de handel dat Duitsland heeft, is met Europese landen. En ik ben dus, denk ik, 15 of 16 jaar een verkoper geweest. En het is nooit een goed idee van uw klanten te laten sterven. Nooit een goed idee. Dus je kunt altijd denken, ja, maar wees gerust, ik zal dit compenseren door meer aan China verkocht te krijgen. Echt zo? Kijk naar China toe. 3 generaties terug verkocht China poppen en speelgoed. 1 generatie terug, wat was dat? Slechte kwaliteitsproducten. Nu zijn ze het concurrent van de Airbus 320, dus de cash cow van Airbus, aan het bouwen. En ja, je zou kunnen zeggen, ja, maar dat zal geen goede kwaliteit vliegtuig zijn. Ja, uitrusting ervan is 2/3 Europees, eigenlijk. En ze zullen eerst binnen China hun binnenmarkt verkopen. En dus dat betekent dat de kans dat wij onze handelstroom naar China zo hoog houden, is vrij beperkt. Eerst omdat de Chinese economie doet het niet zo goed nu. En ook dat ze hoe langer, hoe meer de kwaliteit, dus de toegevoegde waarde schaal zullen klimmen. En dus ze worden ons concurrent. Dus de enige oplossing voor, of de eerste oplossing voor de Europese economie is ons binnenmarkt. Dat moet onze prioriteit zijn. En als wij de cohesie laten vallen, dan denk ik dat onze binnenmarkt echt bedreigd is. Ik zal daar stoppen misschien, als het goed is. Ja. Zit u goed? Dan kunt u even blijven zitten. Goed, ik wil naar voren uitnodigen Arend-Jan Boekenstein en Caroline de Guijter. Hier blijven. Neem plaats. U kunt een van die stoelen kiezen. Dan kunnen we. Sorry. Ja, dan zit hij in het midden. Ik ga zitten. U kunt daar plaatsnemen. Caroline, je kan hier zitten, dan zitten we een beetje op een rij, dan is het zo afstandelijk. Nee. Nou, dat waren nogal wat zaken die u aan de orde stelde. Vrij ambitieus. Ik begin met Arend-Jan. Je eerste reactie op de keynote van Ik moet u zeggen, ik heb mijn vrouw beloofd om beleefd te blijven vanavond. Maar daar heb ik een beetje spijt van. Oh. Want luister nou, meneer Lambert, u bent verkoper geweest. Ja. En als je nou met mensen praat waar veel daarvan willen minder integratie. En uw enige verhaal is meer integratie. Wacht, ik ben er nog niet. Dan is het. Als ik in Nederland ben, moet ik niet beleefd zijn. Maar luister, even mijn punt afmaken. Je hebt dus heel veel mensen in de bevolking, overal, zijn nogal bezorgd over het integratieproject. En het enige wat u zegt, we moeten gewoon meer doen, dan komt het goed. Waarom zegt u dit? Ik word hier aangekondigd als euroscepticus. Ik ben een ongelofelijke Europeaan. Weet u waarom? Omdat ik historicus ben. De gemeenschappelijke markt is het beste wat ons ooit... Eurocritisch, zeg ik, hè? Het beste wat ons ooit is overkomen. Maar zouden we niet kiezers... De vervreemdste kiezer en gekozen is maximaal. Maximaal. Niet in deze zaal, maar wel in alle andere zalen die ik kom, kan ik u vertellen. Wat de vervreemding tussen wie? Tussen kiezer en gekozen is maximaal. Okay. En wat we dus moeten doen, zijn 2 dingen. Hoe is het... Wij moeten
politici moeten ze excuses aanbieden voor het feit dat ze een eurozone in elkaar hebben geflimst op een blinde manier. Klopt. Dat is één. Twee, dat we een Schengen-akkoord hebben gesloten, een huis waarbij de deur niet op slot kon. Dat zijn natuurlijk twee dingen. Dat kan je aan geen marsmannetje kan je uitleggen dat we dat gedaan hebben. De kosten. Nederland op slot voor Schengen? Nee, maar wacht even. Als je gemeenschappelijke buitengrenzen nu moet bewaken, dan ben je een beetje laat. Hè? En met andere woorden, er is ook geen reden voor arrogantie als je dit soort ongelofelijke fouten maakt. En nu gaat het erom. Ik was er niet. Dus ik voel mezelf niet verantwoordelijk. Oké, dan bent u het niet. Dan ben ik verantwoordelijk. Ik was Kamerlid. Maar dit is echt een heel belangrijk punt. Dit is echt een heel belangrijk punt. Europa is ontzettend belangrijk, die gemeenschappelijke binnenmarkt. Als je het vergelijkt met het interbellum, wat was een ramp het interbellum? Protectionisme, back on my neighbor policies, ga zo maar door. Het eindigde met protectionisme en de natiebarbarij. Na de oorlog hebben die gemeenschappelijke markt een ongelooflijke verworvenheid. Ongekende groei. En dan gaan we met dat mooie project, Laurens-Jan, gaan we dat dus allemaal op in de waagschaal stellen door op een krankzinnige manier die euro uit te breiden. Moet je voorstellen, als Griekenland geen lid was geworden, hoeveel geld dat had gescheeld? Hoeveel geloofwaardigheidsverlies dat had gescheeld? Hetzelfde ook voor Schengen nu. Met vluchtelingenstroom is wel een probleem. Daar moeten we ook gewoon eerlijk met elkaar over gaan praten. Het feit dat we nu achteraf moeten repareren is zeer de vraag of dat gaat lukken. En ik als oud-Kamerlid, voor één keer hoef ik me trouwens niet te verexcuseren, want ik heb toen ik nog op de universiteit werkte en ik kwam terug uit het buitenland, heb ik allemaal stukken in NRC toegeschreven dat we de euro zo niet moesten doen. Dat was overigens niet ik, maar dat was gewoon omdat ik toevallig bij hele knappe professoren studeerde. Maar het is wel zo, jongens, politiek is pas geloofwaardig als je de serieuze problemen benoemt. En in uw verhaal heeft u op geen enkele manier die twee dingen die ik noemde, dus dat wil zeggen die eurocrisis en Schengen genoemd. En ik vind dat niet goed. Ik heb ze niet genoemd. Ik vind dat een GroenLinks-feestje op deze manier. Ja, dat is niet goed. Het is wel benoemd. Ik heb ze allebei benoemd. Ja, misschien spreek ik niet goed Nederlands. Dat misschien wel. U spreekt fantastisch Nederlands. Nee, zeker niet. Maar dan moet je naar mij luisteren. Hè? Nee. Waarom heeft u niet gezegd dat het toch... Ik voel me niet verantwoordelijk voor de fouten die door de traditionele politieke families begaan zijn in Europa. Sorry, ik was er niet. En wij waren er niet. GroenLinks. Het was de liberalen, het was de socialisten en het was de christendemocraten. Maar als de GroenLinks in het kabinet had gezeten, waren ze gewoon met die euro-uitbreiding gewoon meegegaan. Ja, als GroenLinks er was geweest. Oké, avec Sion met Paris en bouteille. Hein? Ja, dat kan ik ook zeggen. Hein? Als de liberalen nooit bestaan hadden, hadden wij de financiële crisis van 2007 ook niet. Oké, dames en heren. Allee, kom aan. Hè? Goed. Oké. GroenLinks was dus zo verstandig geweest, als ze het kabinet hadden geweest, hadden ze de euro helemaal niet blind uitgebreid. Wie gelooft dat hier? Dit is zeer interessant. Dit zijn wezenlijke punten. Ja, maar dat is een manier, op een zeer gemakkelijke manier, de geloofwaardigheid van wie niet zo zoals u denkt, te vernietigen. Dat is te gemakkelijk. Sorry, ik heb... Oké, dan gaan we het anders doen. Dan gaan we het anders doen. Aart-Jan, even, dit is heel goed wat je doet, maar laten we ook gewoon de rust en de kalmte proberen te bewaren. Heel kalm ben ik. Ik ben even nieuwsgierig, heel kort. Ik kom uit het zuiden, hè. Dus het is... Het voorzitterschap van Nederland. Als jij dan toch een agenda zou mogen maken, hoe zou jij die agenda dan inrichten? Twee punten mag je noemen. Eerst moeten we de mensen inlichten dat het voorzitterschap bijzonder weinig voorstelt door alle nieuwe arrangementen. Waarbij dus, we hebben al twee voorzitters. Ze worden dus lid van die onderraden. Daar kan je alleen bij de vluchtelingen een heel klein beetje sturen. Maar wat is de waarheid? De waarheid is dat de onbeperkte gastvrijheid van mevrouw Merkel heeft heel Oost-Europa in de gordijnen gejaagd. Ja, maar vertaal dat even in een agenda. Nou, dat betekent vluchtelingenstroom kan niks gebeuren als Duitsland en Frankrijk niet verder komen in Oost-Europa. Dat gaat niet gebeuren. Wat Nederland moet doen, maar dat gaat waarschijnlijk mislukken, alles zetten op het voorkomen van een Brexit. Alles. Het is een ongelooflijk Nederlands belang dat de Engelsen erbij blijven. Dat moet een topprioriteit zijn voor Nederland. En het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Maar moet je voorstellen, als wij Engelsen verliezen, dan hebben we dus die vrijhandelscomponent die we nodig hebben als tegenwicht tegen die Frans-Duits. Als uiteindelijk kiezen de Duitsers ook hele andere agenda's dan wij zelf. Ja. Het is ongelooflijk belangrijk dat Brexit wordt voorkomen. Ja, wat gebeurt er als de Engelsen de Unie verlaten?
Nou, dan krijg je dus om te beginnen, het Westen wordt zwakker, hè? Dus de EU wordt zwakker. Het is ook zo dat Duitsland en Frankrijk dan relatief nog meer macht krijgen, hoewel tegelijkertijd de Frans-Duits as in ongereden is geraakt. Maar goed, dat wordt dus moeilijker. De positie van Nederland in een ongelooflijk lastig spel wordt nog moeilijker. En de problemen, en nogmaals, we praten hier alsof dus Europa bestaat, hè? Of de Europese Unie bestaat, en alsof het ook allemaal blijft bestaan. Oh. Frans Timmermans heeft dus heel erg gelijk. Het dak is eraf, er zijn voortdurend aardbevingen. En die combinatie van vier dingen, Poetins agressie, de implosie van het Midden-Oosten, de eurocrisis en het populisme, kan heel goed ertoe leiden dat dit hele bouwwerk instort. Overigens, als dat gebeurt, moeten we morgen de Europese Unie opnieuw weer uitvinden. Maar de situatie is nu zo bijzonder dat het helemaal in elkaar kan laven. Ja, en daarom ben ik dus zo bedroefd dat dat prachtige Europese project, dat we dat zo hebben misbruikt door die blinde euro-uitbreiding. En ook doordat je bij Schengen gewoon niet aan die buitengrenzen denkt. En ik vind dus elke politicus die ik ontmoet, stel ik deze vraag: hoe hebben jullie dat kunnen laten gebeuren? Ja, helder. Caroline, toch het avondland wordt geschetst. Het Europese huis staat in brand. We moeten kijken of we het überhaupt nog redden. Jij weet hoe er Europa breed tegen deze thema's wordt aangekeken. Wat is jouw gevoel in andere Europese landen? Is het pessimisme ook zo alom aanwezig? Ik denk dat het moeilijk is om ergens optimisme te vinden, ja. Zo is het. Je hebt wel... Dus Nederland valt niet uit de toon wat dat betreft? Qua stemming niet, nee. Want je woont al geruime tijd in Wenen, wat ik heb begrepen. En in Oostenrijk bijvoorbeeld zijn ze net zo eurosceptisch als in Nederland inmiddels bijvoorbeeld. In Oostenrijk zijn net zulke koopmannen, om even terug te komen bij onze eerste spreker. Zijn net zulke koopmannen als de Hollanders eigenlijk. Echt waar? Ja, die zolang ze maar een business kunnen doen, dan vinden ze het wel goed. Ze hebben toch geen enkele multinational van naam, toch, die Oostenrijkers? En aangezien het lidmaatschap van de EU heel goed was voor de... want de boeren konden hun spullen ineens heel goed... goedkoop exporteren. Dus ze hebben ze allemaal voorgestemd. Er was een hele campagne destijds. Oostenrijk is heel laat lid geworden. In de jaren 90 pas. Ja. Dus nadat de muur was gevallen en zo. Ze hebben dat gewoon letterlijk verkocht als een soort sales issue. Ja. En dat is heel goed gelukt. En er is nog steeds 2/3 is voor. Niemand weet ook maar iets van de Europese Unie. Het interesseert ze helemaal niets. Dat is ook een beetje hetzelfde als in Nederland eigenlijk. Maar ze zijn nog wel voor. Iedereen lult erover, maar niemand weet wat het is. Ze zijn nog wel voor in Oostenrijk. Ja, want ze verdienen eraan. Ja, okay, en ja. Hoe groter de Europese Unie wordt, hoe meer landen daar aan de Oostenrijkse kant van Europa daarbij komen. Wie zijn er altijd als eerste om hun spulletjes te verkopen? Dat zijn de Oostenrijkers. En daarna trouwens de Hollanders. Ja. Ja. Nee, goed. Dat brengt me op het volgende. We hebben het nou over... koopmansgeest, Nederland is niet onbekend. Filip, je noemde het al eigenlijk, de positie als eigenlijk belastingparadijs, dat kan Nederland nog een beetje opbreken het komende half jaar als voorzitter. Dit lijkt me een moment om Roos van Os van Somo even naar voren te brengen. Je hebt een verhaal voor ons over Nederland als belastingparadijs. Als je dat met ons zou willen delen, dan kunnen we daarna daar even over doorgaan. Ja. Mijn naam is Roos van Os. Ik ben onderzoeker internationale investeringen en belastingen bij SOMO, een onderzoeksorganisatie die onderzoekt naar multinationals. En ik hou een bijdrage die wel een mening bevat, maar voor een deel ook op onderzoek gebaseerd is. En daarom wil ik even wijzen op de publicaties die wij buiten hebben liggen en waar jullie kunnen nalezen de data en de achtergronden hierover. Daar gaan we. Overal waar geslaagde natievorming heeft plaatsgevonden, denkt men graag over zichzelf in positieve termen. We zijn de beste, we doen het goed en we zijn de hoeder van het algemeen belang. Nederland als stuurman van het schip Europa. Schip Europa, we hebben het net gehoord, zit in zwaar weer. Opkomend extremisme, vluchtelingenproblematiek, groeiende ongelijkheid als gevolg van bezuinigingen en hoge aanhoudende werkloosheid en een legitimiteitscrisis die zijn weerga niet kent. In de Financial Times beklaagt de Italiaanse premier Renzi zich vandaag over het Noord-Europese bezuinigingsbeleid en de verstrekkende politieke sociale gevolgen voor Zuid-Europa. De bevolking daar kreeg de afgelopen jaren ongekend zware bezuinigingen voor ze kiezen. Massa ontslagen
loonsverlagingen. Dit resulteerde in een extreme toename van armoede en sociale uitsluiting. Extra wrang omdat Nederland en Duitsland met een enorm exportoverschot van meer dan 10% hier geen enkele verantwoordelijkheid voor nemen. Vandaag wil ik het kort hebben over een ander probleem die ook de kern van de solidariteit in de EU raakt, belastingontwijking. De Franse econoom Gabriel Zucman noemt het in zijn laatste boek The Hidden Wealth of Nations, The Scourge of Tax Havens, een plaag. Een plaag die de kosten van onze collectieve voorzieningen herverdeelt van rijk naar arm, een gigantische overheidssubsidie vormt voor grote en kapitaalkrachtige bedrijven, de zwaarste schouders, de lichtste lasten. Dat is het idee. Belastingontwijking creëert een ongelijk speelveld voor ZZP'ers, MKB en het grotere bedrijf, die ingewikkelde brievenbusconstructies niet willen of niet kunnen optuigen. Nederland is internationaal speel in dit systeem. Het werd al net al genoemd. We lopen voorop. Als grootste investeerder van de wereld, een tiende van de wereldwijde economie stroomt door Nederland. Voor een groot deel zuiver en alleen om belastingen ontwijken. Groter dan de VS, groter dan China, inderdaad groter dan Duitsland, Frankrijk en Japan bij elkaar. Een van de inhoudelijke speerpunten van het Nederlandse kabinet in de invulling van het voorzitterschap is het aanjagen van solide en toekomstige Europese financiën en een robuuste eurozone. Ik denk er is geen mooie gelegenheid denkbaar om als hoeder van het Europese collectieve belang, zo definieert het kabinet het zelf, een onmiddellijke einde te maken aan deze gelegitimeerde vorm van diefstal. Zal Nederland deze kans grijpen? Nou, er zijn gemengde signalen. Een aantal citaten. Op lege brievenbusmaatschappijen zitten wij niet te wachten. Men kent onze lijn daarin, zei Jeroen Dijsselbloem vorig jaar. Nederland zal de komende 10 jaar een deel van die brievenbusmarkt kwijtraken, aldus Wiebes. Dit levert toch geen werkgelegenheid op. Ja, afgelopen donderdag, afgelopen oktober. Vooruitlopen met mooie woorden, 1-0 voor Nederland. Maar tegelijkertijd, Nederland gaat in beroep tegen het oordeel van de Europese Commissie dat de Nederlandse fiscus de Amerikaanse koffieketen Starbucks ongeoorloofde voordelen heeft gegeven. Die merkt de Europese Commissie op als staatssteun, illegaal. Starbucks moet de Belastingdienst tussen de 20 en de 30 miljoen euro terugbetalen. Nederland krijgt geen boete of een andere straf, maar de eurocommissaris zei, ik zou me daar als land voor schamen. Het kabinet aanvaardt de uitspraak van de Commissie niet. Ze kiest ervoor deze belastingen niet te innen en gaat in beroep. Deze belastingen worden niet in ouderenzorg of in onderwijs gestoken, maar meer tijd en energie besteedt het kabinet aan het verdedigen van belastingontwijkend bedrijf. Vreemd, als je het mij vraagt. Andere kant, misschien ligt het juist voor de hand. Nederland kan gerust gidsland genoemd worden als het gaat om het maken van dergelijke afspraken. Volgens de beperkte gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn, komt geen enkel ander land in de buurt van het aantal afspraken dat Nederland maakt. Ook Luxemburg niet. Sinds 1991 heeft Nederland niet minder dan 14.619 van dergelijke afspraken gemaakt. En ze zet deze praktijk onverminderd voort. Landen in de EU en daarbuiten vechten om investeringen en zetten belastingvoordelen als wapens in. Nederland verlaagde in 2010 het tarief voor winst uit octrooien en patenten van 10% naar 5%. Het verlies dat daarbij kwam kijken was 852 miljoen euro. De effectieve winstbelasting, dus de werkelijke winstbelasting voor alle bedrijven in Nederland, daalde naar een van de laagste in Europa, momenteel minder dan 7%. Terwijl uiteraard de BTW en belasting voor werknemers omhoog ging. En ook verontrustend, ondanks toezeggingen van de regering en beleidsmakers een einde te maken aan doorsluitingspraktijken, neemt het gebruik van de brievenbussen niet af, maar juist toe. Uitgaande investeringen via brievenbusfirma's groeien van 76% in 2009 naar 78% in 2013. Bijna 80% van de uitgaande investeringen, van alle uitgaande investeringen, loopt dus via brievenbussen. Dat is 3500 miljard per jaar. Bovendien neemt niet alleen het aantal brievenbussen toe, ook de firma's verdienen meer. Tussen 2003 en 2014 namen de inkomsten met 200% toe. De liberalen in de zaal hoor ik grommen. Lage belastingen en meer winst, waar is dat nu slecht voor? Laat het duidelijk zijn, het antwoord op die vraag is welke kant op dan ook ideologisch. De vraag is dus ook, winst voor wie? Kiezen voor dit soort winsten is kiezen voor een economie van weinigen. Kiezen voor de rijken, voor een uitgeklede welvaartsstaat. Dat er vanzelfsprekend enige vorm van doorstroom van welvaart naar beneden zal plaatsvinden, kan niemand meer beweren. Zelfs het IMF en de OESO doen dat tegenwoordig niet meer.
Als voorzitter van de Europese Unie zou Nederland het tegengaan van deze ongelijkheid centraal moeten stellen met een rechtvaardig internationaal belastingssysteem. En onderdeel hiervan zijn progressieve belastingen waarbij iedereen naar draagkracht bijdraagt. Zwaarder belasten van vermogen en bedrijfswinsten, een internationale heffing op financiële transacties, dat zou daadwerkelijk gidsen zijn. Momenteel leidt Nederland in tegengestelde richting. Op dit moment bezitten de 85 rijkste mensen ter wereld evenveel als de 3,5 miljard armsten. Het geld dat Mark Zuckerberg onlangs aan zijn eigen stichting heeft weggegeven, reken ik voor het gemak gewoon nog even als zijn eigen bezit. Bizar is dat we tegenwoordig moeite hebben niet te geeuwen bij dit soort Piketty-eske cijfers. Zo verdoofd zijn we voor het horen van slecht nieuws en het sluiten van compromissen. We moeten voorkomen dat gelijkheid iets is dat we op papier kennen, maar elites laten beslissen wat er de facto gebeurt. En betekenisvol economisch en politiek-democratisch bestuur kunnen we het ons werkelijk voorstellen. En kunnen we er naar handelen? Onmogelijk lijkt me het niet. Verre van. Nu de uitvoering nog. Nederland, grijp je kans. Bedankt. Ja, Nederland, grijp je kans. We moeten iets doen aan die belastingontwijkingsconstructies. Carolien, wat vind je van die... van die visie? Ja, ik vind dat een hele goede visie. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt om daar iets aan te doen. Want dit hele verhaal, ik heb zelf ook al een verhaal gemaakt in de tijd dat minister De Jager dan ging uitleggen van, ik zal mijn Portugese collega, dit was toen Portugal net uitgelegd, ik zal mijn Portugese collega eens uitleggen dat er een bakje is voor inkomend en een bakje voor uitgaand. En toen een paar weken later vond ik uit dat van de 20 beursgenoteerde Portugese bedrijven er 19 in Amstelveen of Hoofddorp of zoiets geregistreerd stond om belastingredenen. Maar als je nou even een beetje paraplu view neemt, dan kan je ook niet anders dan constateren dat het eigenlijk vooral de kleine landjes zijn in Europa die dit doen. Ja. Luxemburg, Malta, Nederland, Ierland, ja. En waarom? Omdat Europa, precies wat we net vaststelden, eigenlijk niet veel meer is dan een markt op dit moment, met heel weinig solidariteit. Alles draait, met name in de eurozone, om competitief zijn. Maar ja, ik wil niet Luxemburg enorm verdedigen, maar als je Luxemburg bent, hoe kan je dan competitief zijn? Je hebt geen grondstoffen. Ik bedoel, het is een onvruchtbaar land. Wat moet je in godsnaam doen? Dan ga je op de dienstverlening. Ja, ik heb aantekeningen gevonden van Juncker, toen hij nog minister van Financiën van Luxemburg was. Die in de Raad in 1999 al werd aangevallen door zijn collega-ministers van Financiën in Europa. Die zeiden, je trekt al ons belastinggeld uit de mond. En dan zei Juncker, weet je wat, ik ben een goede Europeaan, laten we de hele flikkerse boel harmoniseren. Nee, dat wou ze ook niet. Zalm zat daar toen. Nee, belasting, dat is een soeverein issue. Oké, zei Juncker, ja, dan ga ik hiermee door. En je ziet dus steeds meer dat kleine landjes zo moeite hebben om competitief te blijven, want je kan niet devalueren, je kan eigenlijk heel weinig meer, dat je dit daarmee ook in de hand werkt. Dat is wat ik even wou zeggen. Ja, maar het maakt het probleem dan niet makkelijker op. Nee, of maakt het heel ingewikkeld zelfs. Ja, of is het eigenlijk wel een probleem? Of moeten we onszelf op de borst kloppen dat we het zo goed geregeld hebben financieel als dienstverlener? Ik denk dat je het enige wat je kan doen is toch belasting, minimumtarieven invoeren. Toch wel? Ja. En toch wel meer naar een... Gewoon Europese afspraken. Anders is het niet in te kaderen. Ja. Arend-Jan? Ik ben het niet met Carolien eens. Er zijn genoeg kleine landen in de wereld die helemaal niet die belachelijke belastingontduiking dingen hoeven te doen. Finland bijvoorbeeld. Het is een betrekkelijk klein land. Het is ook nog een koud land. Wonen weinig mensen. Finland gaat het heel goed mee. Maar die hebben een paar national resources. Nee, in economie gaat het niet zo goed, hè? Nou ja, maar het is niet een derde wereldland. Nee, maar even over Nederland, belastingparadijs. Wat vind je dat? Dat zal je verbazen uit mijn mond. Als je met de Fransen spreekt en met de Duitsers spreekt, die zijn heel kwaad op Nederland. Want die hebben zelf dus die raken dus geld lekt weg. Klopt. Via Nederland. Als je met Afrika praat, dan zie je dus dat Afrikaanse regeringen minder belasting kunnen innen, omdat er al die belastingverdragen zijn met ons. Als liberaal kan ik dat niet verdedigen. Ook niet om werkgelegenheidsredenen, want er werken maar ongelooflijk weinig mensen bij die belastingconstructies. Klopt. Nu komt het volgende. We willen het dus aan deze tafel afschaffen.
Maar nou is het wel zo. Als nou, we dat... even stop de persen. Er is overeenstemming over één punt in ieder geval even. Ja. Dus daar wil ik even een applausje voor. Maar, ja. maar nou komt het. Ik vind het niet goed. Want we moeten natuurlijk wel een beetje diplomatiek een beetje handig inkleden. Laurens-Jan, vind je niet? We gaan dat niet zomaar weggeven. Als we dat nu zouden weggeven tijdens het voorzitterschap. Dan dat perfide Albion staat klappend. En ik ken ze maar al te goed. Ik ben de hele dag in Londen met de jongens weer bezig geweest. Het zijn te slim voor woorden. Ja. En die pakken dat dan gewoon over. Met als gevolg dat het echte probleem... Dus hier worden natuurlijk... Dat had die mevrouw natuurlijk gelijk in. Dit is eigenlijk een soort ondermijning van de verzorgingsstaat. Oh, de City neemt onze handel over. Direct. Ja. Ja. Direct. Het is niet zo simpel. Het is niet zo simpel. Omdat eerst, als je een gemeenschappelijke definitie hebt van winst... Dat hebben wij niet, hè? Dus dat zouden wij moeten hebben. Dus de common corporate tax base. Ja. Maar dan, als je eigenlijk de winsten verdeelt, niet op basis van wat de boekhouding zegt, maar op basis dat de business, van wat business gedaan wordt, dan je kunt wel je geld naar Groot-Brittannië laten stromen, maar eerst zal Duitsland, zal België, zal Nederland hun belastingen innen. Op basis van de business die daar gemaakt wordt. Laat staan wat in de boeken geschreven wordt. Ja. En dus dat betekent ook, dat zal misschien een liberaal shockeren, maar eigenlijk, als je echt... U zei, belastingen zijn een soevereine issue. Dat hebt u gezegd? Dat is wat de Nederlanders altijd hebben gezegd. Ja. En wat de andere ministers... Is dat een soevereine issue? Omdat, wie heeft de soevereiniteit... In zaken belastingen. Als Google naar Ierland komt en zegt, ik ben bereid van 20 miljoen per jaar betalen. Laat staan hoeveel ik business hier maak. Wie is de soeverein? Wie is de vorst daar? Wie forceert wie? De democratie forceert het bedrijf of het bedrijf forceert de democratie? Dus ik bedoel, we zijn onze soevereiniteit kwijt. Mm-hmm. Als wij die terug willen winnen, dan moeten wij gemeenschappelijke regels nemen. 1. 2. Moeten wij ook zorgen dat er grenzen komen. Ik bedoel, hebben wij een wereldwijde democratie? Antwoord, nee. Dus kunnen wij een wereldwijd vrijheid van verkeer, van kapitaal hebben? Nee, uiteraard niet. Als je een democraat bent. Dus als je wilt dat democratie haar regels oplegt aan de kapitaalmarkten, dan moeten wij een wereldwijd democratie hebben om een wereldwijd vrijheid van verkeer van kapitaal te hebben. Dat hebben wij niet. Dus dat betekent dat er controles moeten zijn aan wat kapitaal binnen en buiten Europa komt. By the way, Apple houdt haar winsten niet in Amerika. Dus ze durft niet haar winsten, miljarden winsten, terug naar Amerika brengen. Waarom? Omdat er zijn controles en dan zouden ze moeten betalen. En dus Europa is weer het enige continent die eigenlijk zegt, oké, bij ons is alles vrij. Hè? Dus we zijn vrij handels. Amerika is protectionist, China is protectionist, ze hebben kapitaalcontroles, maar bij ons? Nee. Kom maar bij ons. Hè? Ja. En profiteer ervan. Dat is eigenlijk de liberale mantra... Bij ons is voor kapitaal is alles vrij. Nee, sorry, zo loopt het niet. Zo kan het niet marcheren. Je kan toch ook een systeem bedenken. Ik vind dat we dus een Europese verbod moeten hebben op die kapitaal, op die belastingontduikingen. Eigenlijk is het belastingvermijding wat er gebeurt. Ja, nou, dat mag je wel. Maar even, dat is belangrijk. Maar dan ga ik even op maar vrij kapitaalverkeer is wel heel belangrijk. Nee, even, binnen Europa. Ja. Zeker en vast. Is belasting een nationale soevereiniteit? Of moeten we dat ook maar van de hand doen? Nou kijk, dat kan je eigenlijk heel makkelijk... Stel je voor dat je belastingconcurrentie... Daar wordt links natuurlijk altijd zenuwachtig van. Hè? Want dat betekent het van, dan krijg je misschien een run to the bottom. Hè? Dat is natuurlijk altijd een belangrijk thema. Nou, er is veel onderzoek naar gedaan. Stel je voor dat we nu... Het hele de wereld wordt door GroenLinks geregeerd... en we krijgen dus een Europese belasting. Dan heb je dus totaal geen belasting. Ik ben heel blij... dat ook we een beetje kabinetten een beetje fit houden. Ja. Ik wil niet al te hoge belasting. Ik wil voor start-ups nog veel minder kosten hebben dan nu. Want ik hou van jonge mensen. En die moeten aan het werk. Die moeten banen en kansen hebben. Met andere woorden, ik ben daar nog lang niet aan toe. Nee, dat maar we moeten wel de belastingontwijking in Europa tegengaan. Maar geen harmonisatie van belastingtarieven. Ik zou misschien met u akkoord gaan eigenlijk. Ik wil geen
100% harmonisatie. Eerst is dat zinloos voor bepaalde belastingen. Dus niet alle belastingen vergen eigenlijk een Europese aanpak. Eén. Ja. Twee, in zaken bijvoorbeeld zelfs bedrijvenbelasting. Het is zo dat Ierland eigenlijk door onze geografie benadeeld is. Dat is zo. België, Nederland zitten aan het hart van de Europese economie, wat niet het geval van Ierland zijn. Je moet dat kunnen compenseren. Dus zouden wij eigenlijk een bandbreedte hebben van belastingtarieven in zaken bedrijvenbelasting? Ja, misschien wel. Moet er een beetje ruimte zijn, moet er ruimte zijn voor verschillende belastingspolitieken, waarom niet? En ook in zaken minimaal tarief, er is wel een moeilijkheid, omdat als jij wilt bijvoorbeeld investering aanmoedigen, als je wilt misschien het aanwerven van jongeren aanmoedigen, moet je ook op je belastingsbeleid kunnen spelen. Dus 100% harmonisatie niet, maar wel toch een beetje harmonisatie. Tot nu toe hebben wij helemaal geen harmonisatie. Ja, oké, even kort nog. Behalve op BTW. Ik heb last van een boekensteentje die eruit moet. Nou, vooruit, het is er weer tijd voor. Ja, het is weer tijd voor. Ja. Nee, maar het gaat weer helemaal mis, het komt helemaal op. Waarom praten we nou wel over belastingvermijding en ontduiking? En ik ben het eens met jullie. En waarom praat niemand hier in de zaal, en jij ook niet, over de grote schande dat de politiek van Draghi met zijn lage rente de ene bubbel na de andere produceert. Klopt. Slecht is voor kleine spaarders. Een aandelenrally doet die goed is voor rijken. Dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Ja. Waarom praten we daar niet over? Nee, we gaan er even 2 seconden over praten. Want we moeten het hebben over het voorzitterschap van Nederland. Ik kom niet voor twee seconden, ik kom voor de hele avond. Nee, maar moet de monetaire politiek van Draghi ook besproken worden in Nederland, onder Nederland? Zou ik wel graag willen, ja. Alsof Nederland daar iets over te zeggen heeft. Maar. Het mag niet. Het is uit handen gegeven. Ja, goed, Knot, maar iedereen weet dat gewoon. Ja, Knot en Weidman zitten met migraine deze kerst thuis. Het is toch wel iets om over na te denken, hè? Ja. Ja. We mogen er officieel niks over zeggen, zoals institutioneel geregeld. Nou, ja. Maar kan natuurlijk wel, er wordt natuurlijk al sowieso op standaard aan alle kanten druk uitgeoefend. Ja. Omdat dus de begrotingsunie niet lukte, de begrotingstsaar van Rusland is allemaal vastgelopen, hebben we dus nu Draghi will do whatever it takes. Ja. En het is een ongelooflijk onvolkomen geheel, wat met name voor een linkse partij... We gaan zo naar de column van Caroline. Sorry, Filip. We gaan zo naar de column van Caroline. Even nog over Draghi, Laurens-Jan. Kunnen we daar nog iets over zeggen tijdens ons voorzitterschap? Een klein beetje in de achterkamertjes wat invloed uitoefenen? We hebben gekozen destijds voor de Nederlandse Bank, die onafhankelijk is. Het monetair beleid is nooit bij de minister van Financiën, behalve informele gesprekken. Dus ik vind dit vanuit het voorzitterschap gezien het minst verstandige voorstel. Als je er nog iets van wil maken, dan moet je daar niet over gaan praten. Als je er iets van wil maken, moeten we daar in ieder geval niet over praten. Nee, dat is waar. Dan leed je. Ik ben het niet eens. Ja, maar dan moeten we er hier ook niet over praten. Ik ben het niet eens. Ja, maar het is wel heel ernstig. Want het is een onderdeel van de euromes. Waar ik GroenLinks nooit over hoor. Ik kom straks misschien nog aan het woord, dus dan kan ik daar nog wel wat over zeggen. Maar dit is niet een onderwerp wat ik centraal zou stellen bij het komende Europees voorzitterschap. Eens. Ja, goed. Goed, we gaan door met je column, Caroline. Ik moet hem nog even uit mijn tas halen. Heb je niet uit je hoofd geleerd? Maar goed. Klets jij even door? Ja, ik of laat even, hem nog wat over Draghi zeggen misschien? Nee, we zouden niet over Draghi zeggen. Wat ik wel... kijk, die belastingontwijking... Maar je zegt, we moeten het diplomatiek en delicaat aanpakken. Geef eens even een tip aan onze regering van wat je wel en wat je niet zou moeten zeggen om dit, deze hete kastanje... Speltheoretisch is dit zo lastig. We hebben dus Ierland, we hebben Luxemburg, we hebben Nederland, we hebben Malta... Cyprus misschien ook nog wel een beetje. België, dat betekent België. Dus, Frans-Duitse druk is al jaren, die zijn heel boos op ons. Wat ongelukkig is voor Nederland. We hebben Frankrijk en Duitsland vaak nodig. Je zou dus heel goed moeten schaken. Maar ik kan je wel vertellen, dit gaat dus jaren duren. En dan nog zal het perfide Albion zal er op een of andere manier als een vis doorheen glippen. Ik ben ervoor om het aan te pakken, maar ik ga hier niet zeggen dat zomaar even gaat gebeuren. Dus dat zijn ontzettend moeilijk. Nee, maar er zijn toch maatregelen die gemakkelijk kunnen getroffen worden in zaken bijvoorbeeld wat men noemde... Country by country reporting. Dus het forceren van multinationals van hun resultaten land per land af te leggen, publiek.
Omdat dat creëert druk eigenlijk. Omdat als zij moeten verklaren, als BNP Paribas moet verklaren, ja, en dat moeten ze nu doen, de banken moeten het doen, maar de grote multinationals, de andere multinationals moeten dat niet doen. Maar BNP Paribas moet bijvoorbeeld verklaren, ja, in de Cayman Islands, ik heb 17 filialen, die misschien onder de miljoenen zakencijfer hebben, waarop ze, ik weet niet hoeveel, tientallen miljoenen winst maken, waarop ze 0 cent betalen. En ze doen dat allemaal met een half fulltime equivalent. Kom aan. Als dat verklaard moet worden, dat creëert druk. En de beste... la preuve, juist. De beste proof, bewijs? Bewijs daarvan, ja. Is dat de grote multinationals zich volop ertegen verzetten. Ze willen dat niet. U bedoelt het rapporteren, daar verzetten ze zich ja, tegen. Alleen ja. Maar rapporteren, dat ja. Helpt al enorm om okay. Druk te creëren. Ja, een helder punt. Ja. En dat is een kwestie van politieke wil. Het vergt meerderheid. Geen unanimiteit. En dus daardoor dat we dat geforceerd hebben voor de banken. Maar nu, de grote meerderheid van de lidstaten gedragen zich als het vakbond van de multinationals. Okay. Dat stel ik vast. Ja. Goed. Dank. Caroline, the floor is yours. Dank je wel. Mij is gevraagd om een column te maken over Nederland en Europa. Nou, daar heb ik gretig ja op gezegd. Ja. Laatst in de keuken neuriede mijn dochter van 13 een deuntje. Hé, zeg ik, dat is het Europese volkslied. Beethoven. Ja, zegt ze, ode aan de vreugde. 9e symfonie, een volkslied zonder woorden. Ze zegt het achterloos en gaat door met koekjes bakken. Ik vertel dit om te laten zien dat zij op school leert wat ik niet leerde. Europa. Hoe het werkt, hoe het ontstond, waar het voor dient. Jaartallen, symbolen. Zoals dat volkslied. Mijn dochter zit op een Franse school. En daar leren ze over de geschiedenis van Frankrijk en de geschiedenis van Europa. Ik zat op een Nederlandse school. Wij leerden, behalve vaderlandse geschiedenis, alles over de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Niets over Europa. Dat er een Europees volkslied was, dat merkte ik pas toen ik in Brussel aan het werk ging. Als student kende ik Erasmus niet, het uitwisselingsprogramma voor studenten. Want niemand vertelde ons over Erasmus. Als je me toen het verschil had gevraagd tussen de Europese Commissie en de Europese Raad, had ik het niet geweten. Het enige wat ik wist, was dat er een Europese interne markt was en dat dat iets te maken had met handel en zaken doen. Nu ik Europa beter ken, besef ik eigenlijk hoe ontzettend Hollands mijn Amerikaanse en Britse geschiedenislessen waren. Hoe een land zijn kinderen opvoedt, wat het in zijn schoolboekjes zet en wat niet, het zegt zoveel. Nederland is transatlantisch met het hart en Europees met het verstand. Wij spreken Engels, geen Frans. Het halve continent haat TTIP, het transatlantische handelsakkoord. Maar in Nederland is het relatief nog altijd populair. Europese instellingen hebben de grootste moeite om Nederlanders te recruteren. Als Nederlandse economiestudenten stage lopen, gaan ze naar de Wereldbank of het IMF. Niet naar de Europese Commissie. De Europese wat? Nederland wantrouwt Europa, want het wantrouwt Duitsland. En Frankrijk wantrouwen misschien nog wel meer. En dat is altijd zo geweest. Frankrijk en Duitsland begonnen in 80 jaar tijd 3 maal een vernietigende oorlog die het hele continent ontregelde. Europa draait om hen, om die 2 grote landen die Europa willen domineren. In de jaren 50 bedachten zij een Europees vredesplan om meer oorlog te voorkomen. En de Nederlanders hoorden het op de radio. Op de radio. Parijs zei later dat Den Haag expres niet was ingelicht. De Nederlandse regering zou het Schuman-plan namelijk hebben getorpedeerd. Waarschijnlijk klopt dat. Dit plan doorkruiste alles wat Nederland wilde.
Nederland werkte op dat moment aan een soort transatlantisch handelsverbond. Met de Britten en de Amerikanen erbij. De regering in Den Haag reageerde geschokt op het Schumanplan. Een verbond tussen twee overheersers. Hoe voorkomen wij dit? Maar de tweede reactie was pragmatisch. Men wist, de Fransen en de Duitsers zetten dit zonder ons ook wel voort. Wij waren toen al een economische provincie van Duitsland. Dat was cruciaal voor de naoorlogse wederopbouw. We hadden net Indië verloren. We schoten onszelf dus in de voet als we Duitsland niet volgden. Dus konden we maar beter meedoen aan het Schumanplan en de zaak van binnenuit verwateren. Zo kwam Nederland bij Europa. Kontgekeur. Zo zit Nederland tot op de dag van vandaag bij Europa. Dat het Europese Hof bestaat en de Raad, waarin alle landen een veto hebben, is aan dit Nederlandse tegenstribbelen te danken. Nederland is een founding father, een van de zes, zeker. Maar de politieke bestaansgrond, Parijs, Berlijn, hebben wij altijd ontkend. Wij doen net alsof Europa een markt is, meer niet. Zelfs bij de start van het Nederlandse voorzitterschap kan er geen vriendelijk woord af. De EU implodeert bijna. Maar Rutte blijft stug over innovatie en groei praten. Hij houdt niet van vergezichten. In 2012, tijdens de eurocrisis, komt Europees president Van Rompuy bij Rutte op bezoek. Van Rompuy wil een bankenunie, anders trekken banken en de euro elkaar de afgrond in. Voor Rutte is dit veel te veel Europa. Hij roept in paniek, dan gaan wij eruit, dan maar zonder Nederland. Maar natuurlijk gaat Nederland niet uit de eurozone. Duitsland wil die bankenunie. En Nederland kan maar beter volgen. Het devies in Den Haag is dus, voor de zoveelste keer, meedoen. We verwateren het wel van binnenuit. Angela Merkel kan thuis uitleggen, sorry, dit is meer Europa dan jullie misschien wilden. Maar we hebben Europa in 40-45 kapot laten vallen en we hebben de historische verantwoordelijkheid om dat niet meer te doen. Leuk of niet, iedere Duitser kan begrijpen waarom Merkel Europees handelt. Met de euro, met de vluchtelingen. Maar Rutte, wat zegt Rutte tegen de Nederlanders? Als hij eerlijk is, dan zegt hij, wij zetten deze stap omdat Duitsland met Auschwitz zit. Maar dat krijgt hij niet over zijn lippen natuurlijk. Net zo min als zijn voorgangers. Nederland wilde een Atlantisch verbond, vrijhandel. Het zit nu in een continentaal verbond, dat puur politiek is. Het zit in het hart daarvan zelfs. Met de euro en met Schengen. Waarom? Omdat onze grootste handelspartner erbij zit. Iedereen weet het, maar de politici zeggen het niet. En hoe meer de politici het niet zeggen, hoe meer de burgers daarnaar vragen. Hoe meer ze hen sarren en uitdagen. Dit is de voedingsbodem van de Nederlandse euroskepsis. Maar die skepsis zelf bestond al in 1950. Daarom wilden wij de Britten zo graag bij Europa. Nederland lobbyde daar keihard voor. Toen dat lukte, waren we happier dan ooit. Eindelijk Atlantis en Europa verzoend. Dit was ons Europa. Dit was de periode waarin we in de euro sprongen en in Schengen. Als jonge honden. Dit was de periode waarin wij dachten, die Britten die volgen ons wel, die zitten er nou bij. Maar het was een misrekening. De Britten doen helemaal nergens meer aan mee. Of er een Brexit komt of niet, dat maakt bijna niet meer uit. Want ze staan buiten alle belangrijke discussies, nu al. Ze drijven de EU uit. Vandaar dat de skepsis in Nederland weer toeslaat. Omdat onze politici weer net als in de jaren 50 en 60 met steeds meer dubbele tong spreken. De crisis benadrukt het politieke karakter van Europa nog extra.
Maar Rutte blijft doen alsof het apolitiek en rules-based is. Als Frans Timmermans probeert uit te leggen dat we Europa niet kapot mogen laten vallen, heeft zelfs hij het niet over nooit meer oorlog. Niet over de Frans-Duitse as, niet over de nazi's. Frans Timmermans praat dan over pragmatische compromissen en goed nabuurschap. Geen woord over de relevantie van Europa. Dat is Nederland in Europa ten voeten uit. Hoe red je Europa als je niet over Europa praat? Hoe win je een referendum als je geen campagne voert? De enige die dit stelselmatig blootlegt, is Geert Wilders. Hij praat onzin over Europa. En veel mensen weten dat heus wel. Maar hij legt als enige de vinger op die zere plek. Dat wij om de pot draaien. Als Wilders ooit premier wordt, trouwens, wil ik wedden dat hij exact hetzelfde gaat doen. Dit alles schoot door mijn hoofd toen ik mijn dochter in de keuken hoorde neuriën. Ik dank u voor uw aandacht. Ja, nou, dankjewel. Ja, je kan gewoon weer plaatsnemen. Dat gaat niet zo in het draaiboek, maar... Nou, Laurens-Jan, het is ook weer tijd om voor een... wat had jij nou? Een boekensteintje? En het wordt wel tijd misschien voor een Brinkhorstje of een 1-2. Dus kom erbij zitten. Kom erbij. Ja. Ik heb eigenlijk om te beginnen één vraag aan Arjan Boekestein, de historicus. Wat gebeurt er als Engeland uittreedt? Is dat eigenlijk zoals Caroline zegt, nou ja, ze doen niet meer mee met de euro, ze doen niet meer met Schengen. Het doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. Wat gaat er gebeuren dan? Kijk, Caroline zei van ze doen toch al niet mee, geen enkele discussie. Maar de krachtsverhoudingen binnen Europa wijzigen zich. Gewoon speltheoretisch. Betekent dus dat de Frans-Duitse as, die overigens een ongereden is geraakt, maar die wordt dan dus sterker. En de discretion, hoe zeg je dat in het Nederlands? De manoeuvreerruimte van Nederland wordt kleiner. Ja. Dat is dus geen Nederlands. Dat is geen Nederlands belang. Mag ik juist zeggen dat er geen Duitse Franse as meer bestaat. Het is Berlijn. Mm-hmm. Ja, punt. Zeker, dat is absoluut. Ik bedoel, de invloed van Frankrijk nu in de Europese besluitvorming lijkt mij zeer zwak te zijn. Ja. Het grote probleem waar we nu hebben is dat de Europese Unie was heel goed in staat om de Franse zwakte te maskeren en de Duitse sterkte ook. Ja. En nu zitten wij in een terra incognita. We hebben dus nu een keizerin aan het bewind, die overigens ook heel verstandig is, maar soms ook onverstandige dingen doet. Ja. Voor de Franse ziel is dit een moeilijke wereld. Het is een gekozen koning. Ja, ze zien dus, Fransen hebben eigenlijk nergens nog echt, ze hebben even het gelukje nu gehad met Fabius, met het milieuakkoord. Ja, dat was een succes. Maar goed, we gaan even weer naar ons voorzitterschap. Ja. Kijk, niemand weet eigenlijk dat we voorzitter zijn. En ook Rutte en met hem de VVD, die heeft ook een ukase uitgevaardigd van we gaan het gewoon ook onder de pet houden. Oh ja? En we weten nu inmiddels wat er gebeurt als de VVD iets onder de pet wil houden. Ja. Maar goed, dit is van een andere categorie. Maar Arjan, is het nou, dit is wat, kijk, dat onder de pet houden is een grapje, maar niet dat ze het echt van hoge hand wordt gezegd, blijven heel stil zitten. En hopen dat niemand het opmerkt. En dan zijn we er misschien wel vanaf zonder dat iemand iets gemerkt heeft. Is dat nou een verstandige houding? Ja. Nou weet je, ik zal je een geheimpje vertellen. Komt weer een boekensteentje. Als je met hoge diplomaten praat of met buitenlandse zaken, de top daarvan. Hè, man, die zijn ook dolblij als we zonder kleurschieren hier doorheen komen. Het gaat totaal niet meer om de inhoud. We proberen gewoon een soort egeltjeseks te doen. En we hebben hetzelfde logo gebruiken van het vorige voorzitterschap. Ja, ja. Dit is wat dan ook. Dat kost weinig. Ja, maar gelukkig dus ook, maar dat het niet zoveel meer voorstelt. Maar mag ik daar iets misschien over zeggen? Ik ben dat op zichzelf eens met Arjen Jan. Nederland wil niet een erg actief voorzitterschap hebben. Ja, maar is dat verstandig of niet? Gezien onze houding wel. Ik ben misschien nog iets cynischer op dat punt dan Arjen Jan.
Dus omdat wij dus cynisch zijn naar Europa, moeten we dus ook gewoon maar proberen niks van te maken. Het punt is dit. Ik merk toch dat een van de drie vaste voorzitterschappen van Europa door een Nederlander... Maar niet in die hoedanigheid. Pardon? Kijk, niet in die hoedanigheid. Gelukkig heeft Jeroen Dijsselbloem geleerd dat hij alleen een succesvol voorzitter kan zijn als hij ook rekening houdt met andere belangen dan het puur Nederlandse belang. Klopt. Dat geldt voor de belastingen niet en voor andere dingen, maar daar wordt hij nationaal voor afgerekend. Maar het gaat ook eigenlijk helemaal niet om Nederland. Het gaat om de vraag of Europa in staat is de komende tijd de politieke problemen waar we mee zitten enigszins te beheersen. Het is de vraag. En dat zal gebeuren ondanks Nederland, want Nederland wil alleen maar een Europese markt. Maar het probleem is niet een Europese markt. Het probleem is, wat is onze verhouding met Rusland de komende tijd? Willen we dat de Oekraïne, dat natuurlijk nog een deels corrupt land is en dergelijke, toch een associatieakkoord heeft, omdat er stabiliteit is? Ja, precies, maar even toch, ik kom die vragen worden niet in Nederland beantwoord. Precies, maar ik kom toch weer terug op dat Nederlandse aspect. Als ik je goed begrijp, zeg je van ja, of Nederland nou sceptisch is of niet, of we er iets mee willen of niet. Het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Nee, maar zo versta ik dat. De politieke onderwerpen worden niet door Nederland bepaald en ik denk ook niet in negatieve zin. Want daarvoor hebben we te veel belang dat de zaak gaat draaien en dat het lukt. Precies. Nee, waar we wel een verschil kunnen maken, dat is bij dat vluchtelingenonderwerp. Dat is een heel belangrijk onderwerp, want dat vindt niet plaats in eerste instantie bij de Europese Raad. Juist. Niet bij Buitenlandse Zaken en niet bij Financiën, maar aan de Justitieraad. Ik ken meneer Van der Steur niet. Ik weet dat hij dus met die bonnetjes een beetje een rare rol gespeeld heeft, maar ik wil hem daar niet op afrekenen. Ja. De vraag is, heeft Nederland er belang bij dat Schengen overeind blijft of niet? En daar denk ik, gek genoeg, vanwege het feit dat wij die markt willen hebben, zal Nederland een constructieve rol kunnen spelen. Ja. Maar we moeten daarvoor erkennen dat we ook politieke elementen moeten meenemen. En daar hebben we nooit wat van gewild, want dan kom je toch in handen van dat Frans-Duitse. En daar zit het trauma van Nederland. Het trauma van Nederland is, we zijn één keer bezet geweest door Napoleon en we zijn één keer bezet geweest door Hitler. En daar zijn we eigenlijk nooit van afgekomen. Is dat zo? En het probleem is, dat is minder belangrijk, omdat Frankrijk en Duitsland elkaar niet los zullen laten. We moeten niet zeggen, die Frans-Duitse as functioneert niet meer. U hebt gelijk, voor een deel is die weg. Maar Frankrijk heeft nog steeds een vetorecht in de Veiligheidsraad. Frankrijk heeft een legermacht die 3 keer groter is dan de Duitsers. Er is een Pools, Duits, Franse defensieas. Laten we daar in godsnaam niet mee bezighouden. Dat is te groot spul voor ons. Ja, maar goed, even gewoon realistisch. Als we gewoon slim zijn en gewoon onze invloed kunnen uitoefenen waar dat kan, dan zegt u, dan zeg jij de vluchtelingen. Dat is bij de vluchtelingen en dat is bij de uitvoering van de besluiten die de Europese Raad neemt. Want de Europese Raad wordt uitgezet in wetgeving. Je betekent ook even dus reageren. Raad, Commissie en Parlement. En daar kunnen we wel een rol spelen. Ja. Ik denk dat je als voorzitter wat je het beste kan doen. Kijk, de beste voorzitterschappen die ik ooit heb meegemaakt als verslaggever in Brussel, dat waren het Belgische voorzitterschap en het Deense voorzitterschap. Compleet no-nonsense. Ja. De Belgen die hebben sowieso kunnen het nooit over dingen eens worden. Dus gewoon werken, niet zeuren. Ja. Proberen zo goed mogelijk de dossiers die je op tafel vindt. Hè, dat was toen financiële supervisie en zo. Dat was een enorme taaie materie. Zonder zuren, zonder spinnen, zonder borstklopperij, tot een goed eind zien te brengen. Ja. Dienstbaar zijn aan de agenda. Ja. Dat zijn de beste voorzitters. Maar dat kan alleen maar een land, precies zoals België, zoals je terecht zegt, dat niet een gevoel van eigenwaarde heeft. Een klein land kan dat. Nederland heeft altijd het probleem gehad dat we zijn het grootste van de kleine, maar we denken van onszelf dat we de kleinste van de grote zijn. En dat zit ons in de weg. We denken dat we de kleinste van de grote zijn. Ja. Ja, maar dat zijn we toch ook? We hebben een hele discussie gehad over de grootste van de kleine zijn of de kleinste van de grote. Daarom blijft dit een heel Nederlands debat. Daarom blijven we Gidsland zeggen hier. Je moet eens aan een Franse student vragen of die één naam kan noemen van een Nederlands kabinetslid. Nee. Niks. Nee. Je moet eens aan een Amerikaan vragen waar Nederland ligt. Dan beginnen ze over Denemarken. Dat moet je aan Trump vragen. Trump weet het. Dat ligt naast Poetin. Mag je iets zeggen over de voorzitterschap? Omdat ik zou toch ambitieuzer zijn. Omdat ik zit alleen maar 6 jaar in het Europees Parlement, maar ik heb toch een aantal onderhandelingen meegemaakt over wetgeving.
Ja. En ik kan het verschil maken tussen goede en slechte voorzitterschappen. Ja. Ik bedoel, daar... Ja, het agenda wordt niet door de voorzitterschap vastgesteld. Ja. Dat is, dat is correct. Maar het al dan niet vinden van overeenkomsten ligt wel aan het voorzitterschap. En daar... Ja, ik hoop dat de Nederlanders wel ambitieus zullen zijn, omdat er zijn toch een aantal dossiers, en ik heb een aantal vermeld, die wel dringend zijn. Ja. En ja, Nederland kan ook... Ja, maar dat is misschien heeft Caroline ook wel een punt. Want ik weet, volgens mij, toen Denemarken voorzitter was, toen stond op het spel of ook Polen en de Midden- en Oost-Europese landen zouden toetreden tot de Unie. Ja. En toen is volgens mij, Rasmussen was toen... De premier van Denemarken was toen naast op zoek naar Schröder en naar Miller, de premier van Polen. Die hadden zich verstopt. En omdat eigenlijk Denemarken de Deense premier ze niet kon vinden, is het eigenlijk helemaal goed gekomen. Dus dan hebben we eigenlijk die Duitsers en Polen, die hebben het bilateraal eigenlijk toen opgelost. Is dat dan de manier? We moeten ons zo klein mogelijk maken en ruim baan geven aan de landen die dan de onderhandeling moeten voeren. Maar een van de beste ministers, een van de beste voorzitters van de ministers van Financiën tijdens de crisis, dat was de Deense voorzitter. Ja. Hoe ze erin slaagden, I don't know, maar echt iedereen rolde vechtend over het kleed. Hè? Bankenregulering was gewoon oorlog, maar dan met geld. En zij laveerde daartussendoor, bracht eigenlijk alle onderhandelingen met een smile, maar gewoon heel erg straight. Dat is wel iets voor Rutte, een smile. Nu is ze eurocommissaris. Okay. Ja. Nee, het is enorm belangrijk. En daarna was Cyprus het. Nou, die waren zelf aan het failliet gaan. Ja. Maar wilde daar niet over praten. Nee. Dus dat was verschrikkelijk. Nee, die man werd er niemand serieus genomen. Iedereen ging alleen naar Cyprus toe om even kijken of er nog wat geld op de bank stond. Wat ze zwart hadden weggelegd. Dat is een probleem. Het maakt echt... Maar dat is heel erg... Dat is niet... daar kan je niet over spinnen. Daar kan je niks over... Dat moet je gewoon laten zien door... heel goed je dossiers te kennen, alle onderhandelaars te kennen en een heleboel credit te krijgen. Weet je, als je nou over de wereld nadenkt, niet in termen van een dominee, maar gewoon van hoe de wereld is, hè? Gewoon hoe Europa erbij staat. Nou, dan kan een klein land als Nederland, die kan alleen centimetertjes maken, of misschien wel meters, als Frankrijk en Duitsland het ergens over eens zijn. Dan kunnen we het vrij... Nou, het is nu zo dat Frankrijk en Duitsland, die zijn zich ook compleet kapot geschrokken over de enorme vluchtelingenstroom en alles wat er... Iedereen is heel erg geschrokken. Nou, zij hebben nu gezegd, we moeten echt die gemeenschappelijke grenzen gaan bewaken. Dus als je als voorzitter, en u heeft helemaal gelijk, daar zit dus, heeft Nederland dus een mogelijkheid. Als je dan in die Frans-Duitse as gaat zitten, heb je een kans. Maar nu komt het. Mensen hier in de zaal vinden allemaal Merkel een groot vrouw, omdat ze onbeperkte gastvrijheid tentoonspreiden. Ik zeg daar verder niks over. Ik zeg alleen wel, denk erna wat er gebeurd is. Oost-Europa is zo ongelooflijk kwaad. Zo kwaad op Merkel. En het kan nooit een diplomatiek belang zijn, dames en heren, dat de orde dus weg is. Wat er dus nu moet gebeuren, het diplomatieke muizengaatje is dat de Oost-Europeanen zijn wel bereid waarschijnlijk om aan Frontex meer te betalen. Ja. Ze gaan geen vluchtelingen opnemen. Lees maar de toespraken van Orbán, die overigens in het Poetinkamp zit. Met andere woorden, zijn ze toch al lang over bezig, Arend-Jan? Zeker, jawel. Het is al lang gaande. Maar luister, we zijn er nog lang de niet. De Nederlanders hebben goede credits in Oost-Europa. Ja. Dat is de grootste investeerder. Ja. We zijn altijd busbedrijven. Maar we kunnen dus pas wat doen als de Fransen en Duitsers het daarover eens zijn. Ja. Maar jij zegt het alsof het makkelijk is. We zijn van een gletsjer aan het glijden. Je zegt, dat gaat lekker. Ik vind het nogal angstaanjagend waar we allemaal mee te maken hebben. Ja. Dat is de typisch heeft hij gelijk Europese compromis. Op zichzelf dat die Oost-Europeanen bang, bozig zijn. Maar er zijn twee kanttekeningen. De ene is, uiteindelijk gaat het om meer dan het vluchtelingenprobleem. Het gaat om de verhouding met Rusland. Ja. Het gaat om de vraag, wat gebeurt er ten oosten van Europa? We hebben nagelaten ooit over Europese defensie en veiligheid na te denken. Nederland hoeft dat niet, want tussen ons en Rusland liggen Polen, Wit-Rusland, Duitsland. En dan komen wij pas aan de beurt. En we zijn bovendien niet neutraal en we hebben helemaal geen tanks meer. Hè? Dus voor ons is het geen probleem. Maar voor de Duitsers en de Polen is het dat wel. En Duitsland blijft vanuit dat optiek, vanuit die optiek, en voor de Baltische landen en voor Polen, ook voor de Tsjechen, ook voor de Slowaken, een belangrijk land. Dus ik denk dat het uiteindelijk zal meevallen.
hoe kunnen we de Oost-Europeanen meekrijgen? Deels door die Frontex-benadering, dus door een Europese grenswacht en politiewacht. Dat betekent dus gedeelde soevereiniteit, niet opgeven van soevereiniteit, want hier is er niet meer, daar hebben we het over gehad, maar door gedeelde soevereiniteit. En in de tweede plaats, door die landen mee te laten betalen, voor zover ze niet mensen willen opnemen. Dezelfde twee manieren om solidariteit te doen. Ze kunnen het afkopen. Je kunt het afkopen en je kunt meedoen. Nou, ze willen niet meedoen om culturele, historische redenen, zijn we het allemaal over eens. Maar ze kunnen wel meedoen door te aanvaarden dat ze meebetalen aan de hotspots en andere. En dat betekent dat het voor een deel dus ook wordt afbetaald. Ik denk dus dat deze grote crisis uiteindelijk in positieve zin zal eindigen. Omdat het alternatief, niet omdat we van Europa houden, maar het alternatief is te gek. Als je in handen van Wilders vangt, dan wordt Nederland afgegrensd. Dan hebben we dus helemaal geen markt meer en dat kost ons geld. En uiteindelijk zijn de Nederlanders dan toch iets meer bereid om iets meer te doen om die grenzen open te houden. Ja. Wat hier dan op tafel komt, aan, dat klinkt als goede plannen, dat moet volstrekt diplomatiek zijn beloop krijgen. Dat hoeft verder buiten de camera's. Dat hoeft de krantenkoppen niet te halen. Dat zeg ik omdat dan eigenlijk de oekase van Rutte van laten we ons maar heel stilletjes houden en er verder helemaal geen ruchtbaarheid aan geven. Maar zo werkt het toch? Ja, nee, kijk, er is wel één complicatie. Ik denk dat associatieakkoord, en dat zeg ik even tegen de mensen hier die toch voor een belangrijk deel toch hopelijk meedenken dat het belangrijk is dat we niet onderuit gaan. Ik denk dat het associatieakkoord de grote kans loopt dat dat verloren gaat. Dat zal door die club hoort je geen pijl of geen stijl, of hoe heet die club? Dat rare gezag. Oh, dat associatie. Geen pijl. Geen stijl. Oh, geen pijl. Sorry, ja, dus geen stijl, maar ook geen pijl. Met Oekraïne. Die zullen dat uitleggen als, zie je wel, ze zijn eigenlijk tegen de Europese Unie, want daar gaat het hun om. Het gaat gewoon een beetje om de juf te pesten, om niks anders. Als dat gebeurt, dan heeft Nederland wel een probleem, want zij zijn het enige land dat dan waarschijnlijk dat associatieakkoord niet zal tekenen, we hebben het al getekend, niet zal ratificeren. Tenzij we de guts hebben om te zeggen het is een raadgevend referendum. Maar Nederland heeft geen leiderschap en zeker geen politiek leiderschap. Dus dat zullen ze niet doen. Het vervelende is alleen dat de maatregelen die in dat associatieakkoord staan, eigenlijk op het punt van handelspolitiek, en daar gaat het voor het belangrijkste deel, in werking treden zonder dat het parlement wat hoeft te zeggen. Per 1 januari. En dat gebeurt per 1 januari. En dat zal worden aangegrepen door de geen stijl, geen pijllieden. Als ze zeggen, zie je wel, je bent ondemocratisch. Daar ligt een probleem. En ik hoop heel erg dat daar een debat over wordt gevoerd. Als meneer Rutte althans ooit bereid zou zijn een keer zijn nek uit te steken. En dat vrees ik, is hij alleen bereid als hij een bonnetje moet tekenen. Moet zien. En voor andere dingen is hij niet bereid om enigszins zijn nek uit te steken. Ja, dat wordt het laatste onderwerp van het panel. Rutte moet meer zijn nek uitsteken. Is dat wenselijk of werkt het juist contraproductief? Het hangt er vanaf in welke kant hij zijn nek. Welke kant hij zijn nek uitsteekt. Nou, liefst omhoog. Ik heb altijd grote moeite om. Hij moet weten waar hij heen wil. Vaak weet je bij Rutte niet eens waar hij heen wil. Je weet wat hij niet wil. Dat is altijd de eerste reactie is dit. Ja. En dat weten ze in Brussel. Ik denk dat Laurens Jan bedoelt dat hij zijn nek uitsteekt om de goede dingen van Europa in ieder geval te verdedigen. Ja, ik denk dat omdat het heel veel moeite gaat kosten. De hele discussie eurofiel, euroscepticus zegt mij niks. We leven in Europa. We zijn Europeanen omdat we hier zijn. Het is onze biotoop. De biotoop Europa. We zijn geen Amerikanen. Nee, want dan zouden we allemaal op meneer Trump stemmen. We zijn geen Chinezen, dan zouden we een Li Jinping. We zijn Europeanen. Maar Europa is bezig af te glijden. Dat was het derde punt wat ik net noemde. Is bezig af te glijden naar irrelevant. Laurens Jan, als Rutte met verhaaltje komt van luister Nederlanders. Je bent in een desillusie, want we zijn Europeanen in plaats van Nederlanders. Nee, ik denk niet dat hij daar niet, de handen voor niet elkaar gaat krijgen. Nee. Dus op die manier zou hij zijn nek zeker niet moeten gaan uitsteken. Het is ons belang. Het Nederlands belang is dat Europa functioneert. En dat is het enige wat hij hoeft te zeggen. Hij hoeft helemaal niet te zeggen, ik hou van Europa, niks. Nederland moet ook niet zeggen, we zijn verbonden. Europeanen, want dat is nee, al... Nee, maar Nederland is deel van Europa en Nederlandse belangen zijn economische belangen in Europees verband. En als Europa verdwijnt, dan zijn we een klein landje geworden, zoals we dat waren toen we nog onder Philips II zaten. Maar kijk, er is één constante. Nederland zal altijd Duitsland volgen. Ja, zolang de Duitsers een visie hebben,
Nee, hebben wij klinkt, niet nodig. Wij bij wijze van spreken niet nodig. Ja, maar als er gebrek aan eigen is, ja. Ja, is er een visie in Berlijn? Dat twijfel ik, ja. Dus het is eigenlijk belangrijk dat wij de hulp Sinterklaas van Duitsland blijven. Dat als zijn dat we. Goed. Dat zijn we. Maar zijn we die zijn, mag ik er één anekdote nou, ja. over zeggen? Dat uit is dan de tijd, avond. Maar daarom uit zitten we hier in. Sinterklaas van Duitsland. Uit de tijd van begin jaren 80. Ja. Hij had het net over die euro. Lang voordat de euro bestond. Ja. Begin jaren 80 was Wim Duisenberg president van de Centrale Bank. En die zei een keer, Nederlandse monetaire soevereiniteit duurt is een halve seconde. Dat nee, de Duitsers zeggen... 10 minuten? Ja? Dat de Duitsers zeggen, we hebben een appreciatie van de Deutschmark. En de 10 minuten dat ik een fax, in die tijd hadden we faxen, de fax moet sturen, we zijn het ermee eens. Ja. Dat heeft dus niets te maken met de euro, dat heeft te maken met dat hulp Sinterklaas element. En laten we daarmee blij zijn. Ja, exact. Arjan, jij hebt een schotwoord over Rutte moet zijn nek uitsteken, ja of nee? Ja, ja. Of wel? Maar even heel kort, als Duisenberg nu uit de doden zou opstaan en haar zou zien wat Draghi zou doen, dan zou hij erg vloeken. Ja. Maar goed, iets anders. Maar gelukkig ik is hij dood. Ik heb altijd gezegd, ik vind dus de manier waarop Bolkestein politiek maakt, dat je dus een speech houdt, hè, en dat je zegt, daar sta ik. Ja. Dat is het soort politiek waar ik voor sta. Er is niet zoiets als Europese cultuur, getekend Bolkestein. Ja. Ja, maar, zelfs als hij een verkeerde speech had. Ik vind als hij maar een speech had. Maar je straks een nek uit, daar ben ik. Daar hou ik dus van. Ik hou ervan dat je dat intellectueel mee aan de gang gaat. Net zoals Kissinger dat bijvoorbeeld ook deed. Hè. Ja. En wat maar we moeten wel één ding moeten we Rutte toegeven, en dat is dat wij zijn een ongelooflijk verdeeld land. We hebben heel veel politieke partijen. Ja. En je hebt dus zo'n soort slangenmens ook nodig om dat allemaal recht te breien. En je hebt Frans Stalligen ook. Alle landen zijn verdeeld. Dat is heel veel. We zijn nog gelukkig dat jullie min of meer allemaal in Nederland zijn. Maar er zou helemaal niets op tegen zijn als er een prachtige Europese speech komt, waarbij ook de geschiedenis wordt gelegd, dat ook het plan Bijen wordt genoemd. Hè. Wij Nederlanders hebben die gemeenschappelijke markt bedacht. Het heeft ons ongelooflijk goed gedaan. En dat je ook dus zegt van, met die euro, dames en heren, hebben we grote fouten gemaakt. Ja. En dat is niet goed. Nee, helemaal niet. Wel waar. We hebben alleen verkeerd gedaan door destijds niet de consequenties te verbinden. Als we dat toen gedaan hadden, dan zouden we niet nu in de ellende zitten. En om te zeggen, we schamen ons voor het verleden, ik dacht dat je volwassen was, eigenlijk. Nee, maar luister, Laurens-Jan. Luister. Eén ding. Wat Laurens-Jan altijd doet, hij zegt dat de federalistische oplossing is de enige die werkt. En mijn vraag aan jou is dan van, als dat nou niet meer kan, wat gaan we dan doen? En je bent pas een staatsman als je de vraag kan beantwoorden. Alles waar jij voor gestreden bent, staat nu onder druk. Ja. Het is een puinhoop. Ja. Het dak is eraf, we hebben aardbevingen. Ja, maar... En nu moeten we dus gaan schaken in een onmogelijke situatie. Ik heb hem wat langer verleden dan jij. Nou. Uiteindelijk denk ik... Dit is het gevecht om het laatste woord. De Fransen en de Duitsers maken uit dat zij Europa willen, niet wij. Eens, helemaal eens. Voilà. De Fransen en de Duitsers maken uit dat ze nooit meer oorlog willen. Ja. En ze zullen dus nooit meer grenzen maken. Ja. Ze zullen nooit meer met elkaar vechten. Zullen nooit meer met elkaar vechten. Nou. En dat gaat bepalend zijn. Ja. En dan kunnen wij hoog springen of laag springen. Al het gepraat over de Fransen zijn weg en de Duitsers zijn er wel. Ze weten dat ze uiteindelijk als Ying en Yang, het Chinese duo, aan elkaar vastzitten. Eens. Ja. Goed toe. Maar het vraag simpel. Dat is geopolitiek. Vraag voor de zaal. Ja. Ik doe het maar zo, anders. Ja. Ja, we moeten eigenlijk eens wat gaan discussiëren, zeg. Wat gebabbel in deze kant. Ik wil graag even reageren op de column van Carolien de Gruyter en euroskepsis in Nederland en verraad van binnenuit. Ik heb twee grote punten van verraad van Duitsland. Eén, het solidariteitspact. En ten tweede dat de Britten ook allerlei afspraken met de Duitsers hadden toen de euro in crisis kwam. En dat in één pennenveeg al die afspraken vergeten waren. Dus dat soort verraad van Duitsland zorgt voor grote euroskepsis. Ja. Dat de begrotingsdiscipline losgelaten mocht worden, dat bedoelt u? Nou, Nederland heeft natuurlijk vertrouwd te veel op de Duitsers. En je moet precies, wat Laurens-Jan ook zegt, het is Frankrijk en het is Duitsland. En als die elkaar vinden, dan volgt de rest van Europa meestal wel. Maar ze zetten natuurlijk allebei hoog in. De Duitsers zetten hoog in, want ze weten dat ze wat van hun argumenten moeten gaan inleveren. En de Fransen, die vragen ook meer dan ze kunnen krijgen. Nee, maar goed, Nederland kijkt altijd naar wat Duitsland belooft. Ja.
En vervolgens moet Duitsland vanwege het compromis met Frankrijk, hè, het pact of andere capriolen, doet daar wat van af. En dan is Nederland altijd, ik heb dat een aantal keer meegemaakt, echt razend, maar ook ten einde raad. Ja maar meneer heeft wel gelijk op één punt. Iedere keer lopen we daar weer in. Ja maar meneer heeft op één punt gelijk. Dat is namelijk dat natuurlijk Duitsland zelf, los van Frankrijk, ook dat stabiliteitspact geschonden heeft. Ja. Maar er is één ding wat we ze moeten realiseren. Dat was ongeveer 9 jaar nadat Oost-Duitsland bij West-Duitsland kwam. En begin de jaren 90 is aan Nederland en andere landen gevraagd om Duitsland te helpen om Oost-Duitsland lid te laten zijn van West-Duitsland. Die jaren heeft Duitsland 100 miljard Deutschmark per jaar betaald. Nederland en andere landen hebben niet bereid geweest om 1 cent te betalen, want ze zeiden dat is een Duits probleem. De realiteit is natuurlijk dat toen Oost-Duitsland bij West-Duitsland kwam, dat het een Europees probleem was. Dus solidariteit gaat naar beide kanten. Maar u hebt wel gelijk dat Duitsland los van de Fransen destijds het pact niet heeft nagekomen vanwege die 100 miljard. Ja, goed. En nog een opmerking van het kritische GroenLinks lid, dat ben ik. Kijk, ik vind het wel belangrijk. Je bent wel kleurverscholen. Ja, ik ben kritisch, snurkend kritisch GroenLinks lid. Oh, ja. Ik had een diner met Ben Knapen, de oud-voorzitter van NRC Handelsblad. Hè. En die zegt altijd hele verstandige dingen. Is bovendien ook wat beheerster dan ik. Hè. En op een gegeven moment zei hij. Zo leuk natuurlijk. Ja, en op een gegeven moment zei hij van. Eigenlijk is de grote weeffout van Europa. En dat zal Carolien niet leuk vinden. En jij zal dat ook niet leuk vinden. Nee. Ik denk dat hetzelfde met Ben Knapen. Dat eigenlijk dus de Franse politiek en economische orde is wezenlijk anders dan de Duitse economische politiek en orde. En dat zal altijd zo blijven. En dat zal altijd zo blijven. Maar Europa. Het is dus de vraag, dames en heren, of dat structureel niet te heterogeen is. Ja. Het kan dus zijn, in de geschiedenis komen monetaire unies op en ze gaan ten onder. Ja. En de situatie is nu zo ernstig. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Ik hoop dat we het kunnen repareren. Maar het is niet Duitsland, uitgesloten. Is Duitsland homogeen onder je? Als u het verschil ziet tussen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen. Maar wat ze verenigd is dit. Alle Duitsers vinden het heel erg wat er gebeurt met die ECB-route. En als er straks onverhoopt toch als we een Frans Europa ingaan met QE, waar we dus eigenlijk al in zitten. En op een gegeven moment krijgen we inflatie. Dan gaat de Duitse Spitzenburger gaat naar de co-op. Heb je inflatie gezien? Nee, maar later. Ik heb het over 10 jaar. Ja, en als dat gaat gebeuren, dan knalt het in Duitsland. Als Duitsland vasthoudt aan de positie, dan knalt het politiek in Frankrijk. We hebben al gezien dat mevrouw Marine Le Pen niet kleiner wordt. Mijn helder exposé van de Heren, ik ga toch even kort sluiten. We moeten even naar de zaal. Er zijn mensen die nog vragen hebben. Dan zou het toch leuk zijn. Allemaal even konden. Laten we een laatste vraag doen, dan zijn we mooi om 10 uur hier naar buiten. We gaan door tot 12 uur. Ja. We zijn lang niet klaar. Ik wil eigenlijk. Ik wil eigenlijk het volgende voor u brengen. Jullie zeggen heel erg die Duits-Franse as, historisch snap ik dat. Ja. Maar volgens mij. We discontinueren jullie iets wat er wel degelijk is. Frankrijk is gewoon niet meer het Frankrijk van 50 in de jaren 60. Juist. Dat is een manke economie. Heel juist. Wat de Britten willen in een eentje, dat moeten ze zelf weten. Dat heeft is duidelijk aangegeven waar dat probleem zit. Het probleem van die Duits-Franse as is dat die ene poot waarop dat economisch functioneert niet meer. Exact. Daarmee is Duitsland dominant en daarmee heb je een probleem ook politiek, waardoor die as niet meer goed kan functioneren. En ik hoor jullie daar eigenlijk niet. Ja, ik weet dat jij daar wel eens over twittert. Ja. Maar weet je, daar zit volgens mij ook eigenlijk die spanning waarom het nu vastloopt. Ja. Kijk, mijn antwoord is op dit punt, want ik wil het dan eigenlijk aan hem zeggen, maar dat zegt u. Als er een discussie is tussen de economie en de politiek, dan zegt Nederland de economie wint. Grote landen hebben bredere visies. Duitsland zal altijd anders zijn dan Frankrijk, maar de politiek overheerst uiteindelijk altijd. Het was onlogisch om Griekenland in de euro te hebben. Het was onlogisch om Griekenland in de euro te houden. Toch is het gebeurd. Omdat de geopolitieke gevolgen, die veel breder zijn dan dat monetaire, en voor de Fransen en voor de Duitsers belangrijk zijn. Ondanks het feit dat Frankrijk waarschijnlijk nog heel veel jaren dat economisch probleem heeft, zal Frankrijk in politieke zin altijd Duitsland verslaan op het punt van de buitenlandse politiek, veiligheidsraad en de defensiepolitiek met een veel groter leger. En zolang dat het geval is, zullen ze uiteindelijk het met elkaar eens worden.
En dat vinden wij niet leuk, dat gaat wel gebeuren. En mag ik daar iets op aanvullen? Ja, heel kort. Want als je, heel kort. Frankrijk en Europa draait om de gelijkwaardigheid van Frankrijk en Duitsland. En u zegt net helemaal terecht, dat is een fictie. Maar als je goed oplet, dan zie je dat iedereen daar iets over kan zeggen, over de Fransen. Maar dat de Duitsers er niks over zeggen. Want ze kunnen niet. De een kan de ander niet gaan veroordelen. Dus zolang eigenlijk, op het moment dat de Duitsers gaan schelden op de Fransen, volgens mij moeten we ons dan echt heel erg zorgen maken. Ja. Maar dat gebeurt dus helemaal niet. Ze doen dus alles om die fictie, om die gelijkwaardigheid. Ja, zolang de Duitsers niet op de Fransen schelden, zijn we nog redelijk safe. Eén zin. Je hebt genoeg bonmo voor om af te sluiten. Even de volgende vraag. Volgende vraag. Ik wel, mag ik niet praten? Dat is toch belachelijk? Ja, schandelijk. Dat is een schande. GroenLinks zijn al fascisten, GroenLinks. Het was VPRO. Het is een dictator. Dankjewel, mijn naam is Giza. Ik ben student politicologie en ik moet eerlijk bekennen, ik ben niet helemaal wijs geworden van vanavond, omdat het debat vrij abstract is. Ja. En daarom ga ik ook een abstracte vraag. Ik bedoel daarmee dat ik merk niet wat er gaat veranderen als Nederland Griekenland wordt. Maar daarom ga ik ook een abstracte vraag stellen. Het gaat over burgerschap. Ik ben benieuwd naar jullie visie daarop. Want voor mijn gevoel heeft de Europese Unie toch wel invloed op hoe wij gedragen door middel van wetgeving en dergelijke. Maar wij weten dat wij Nederlanders zijn. Dus ik ben benieuwd hoe jullie zien welke mechanismen vanuit Brussel wordt ontwikkeld om een soort van Europese burgerschap te realiseren. Wat is het verband tussen ik hier in Amsterdam en wat er in Brussel wordt besloten? Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. Er is net aangegeven, het is door de wil van Duitsland en Frankrijk dat wij veilig zijn. En dat is voor mij een fundamentele eis om bijvoorbeeld vertrouwen te hebben. Maar dus, is de vraag nou van hoe moeten we nou ons meer Europees burger voelen? Is dat een vraag? Kunnen we het zo vertalen? Mijn vraag is in hoeverre is onze burgerschap eigenlijk gedefinieerd door Brussel vanuit jullie gezien? En zijn er mechanismen vanuit de commissie of ik weet niet ontwikkeld om ons... Ja, dat is een wat brede vraag. Dus ik word abstract omdat het debat vrij abstract was. Het was ook een abstract debat, maar de vraag die u nu opwerpt is ook alweer bijna een debatavond waardig. Zeker. Goed onderwerp. We proberen hem even kort te beantwoorden. Kort, ja dat is moeilijk. Ja. Het is een hele goede vraag. Ja. Het interessante is, je weet pas als je Europeaan bent, als je in New York gaat wonen. Ja, voilà. Ja. Dan merk je het. Hè? En wat het eigenlijk dus is, we hebben dus een andere verhouding, dynamiek en sociaal vangnet dan in Amerika. Toen ik daar woonde, lagen er mensen in mijn portiek te slapen. En dat vond ik toch niet erg prettig. Ik vind dat moet je anders met elkaar regelen. Nou is het probleem wel dat Europese integratie kan ook dat vangnet afbreken. Dus daar ligt een enorme spanning. Maar laat ik nou dit zeggen. Mensen zijn heel krampachtig. Ze zeggen van het is ondenkbaar dat mensen een dubbele loyaliteit zouden hebben. Waarom is het niet mogelijk om en Nederlander te zijn en je ook onderdeel te voelen van de Europese Unie? Daar moeten we niet zo bang voor zijn. Amsterdammer. Ja, dat kan allemaal best. En voor zover we dus die gemeenschappelijke markt is belangrijk. Ja. En daar zit ook een culturele component bij. Mooi antwoord. Antwoord dan heel concreet. Hongarije wordt op dit ogenblik een semi-fascistisch land. Door de anti-Joodse benadering, door de Roma. Er is een initiatief in Brussel ontstaan om 1 miljoen Europeanen te vragen een referendum te hebben om Hongarije te brengen tot een andere houding. En dat is enorm belangrijk, want wij zouden in het verleden nooit de Hongaren tot iets kunnen brengen. Het is een initiatief dat genomen wordt door burgers. Er staat in het verdrag, als er 1 miljoen Europese burgers een initiatief nemen, kan dat leiden tot een referendum en tot de vraag van wat gebeurt er. En ook de vraag wat gaat er met Hongarije. Ja, dus door Hongarije te vragen om zich meer Europees te gedragen, om het even zo uit te drukken, kunnen we ons eigen burgerschap ook meer smoel geven. Want het gaat over discriminatie, het gaat over antiracisme en dergelijke. Oké, dankjewel. Nog die meneer. En dan zijn we er, denk ik. Netjes. Het is een bijzondere avond. Ja. Weet je, de prooi is nu de tweede. Kort of wel. Kaklang. Snel de hand. Ik vind het trouwens leuk om hier te zitten. Het is nog niet gelukt om een keer te spreken.
Goedenavond. Ik heb een vraag eigenlijk over het begin van het debat gaat. Of ik ben een Nederlandse Europeaan of een Europese Nederlander in 6 landen gewoond. En toen ik in het Midden-Oosten woonde, bestond Europa eigenlijk niet. Het was een beetje in de franje van het Midden-Oosten, het Verre Oosten, China enzovoort. Dus in die zin, een deel van dit debat. Een aantal opmerkingen die in het begin gemaakt zijn over Europa staat onder druk, dat herken ik. En mijn vraag is eigenlijk, ik zie een tegenstelling. Een tegenstelling als ik zeg maar luister naar de verschillende sprekers, luister. Er moet meer gebeuren met Europa, of het moet effectiever gebeuren, of het moet handiger gebeuren. Maar aan de andere kant is er ook een enorm onderbuikgevoel. Wat we in de verschillende landen zien. Wat we ook in landen als Hongarije zien. Dat is eigenlijk een heel arm land, feodaal land. Eigenlijk nog maar 50 jaar geleden was het eigenlijk een feodaal land. Hoe gaan we met die tegenstellingen om? Je kunt het de politieke elite en de burger noemen. Er zijn een heleboel varianten op. Maar die crux, daar heb ik graag gedachten over. Goed, ik moet mij toch stuk breken in 2 grote vragen. We hebben in heel Europa... Het onderbuikgevoel wordt steeds groter. Steeds meer mensen denken van, nou, de geur van de EU staat mij niet aan. Weg ermee. De andere kant, er zijn nieuwe Europese lidstaten met andere systemen, met andere staatsinrichting. Wordt dat niet een groot probleem? Caroline? Ik wil dat voor een deel... Ik geef je helemaal gelijk, maar vergeet niet dat er een... land is in Europa, wat geen lid is van de Europese Unie, waar exact dezelfde problemen bestaan. Dus het is voor een deel, zoals Philippe al eerder heeft opgemerkt... Je bedoelt Zwitserland, neem ik aan? Ja. Ja. En in Noorwegen bestaat het ook. Dus er is een probleem, wat denk ik veel meer is... dat de globalisering, die bepaalde dingen internationaal maakt, knalt op de democratie. Een voorbeeld, de Grieken kiezen een nieuwe premier die alles anders wil doen. Uiteindelijk, wat meneer Tsipras doet, vanwege de internationale commitments van zijn land, die kan dus niet anders dan het beleid van zijn voorganger. Je kan nieuwe koppen kiezen, maar je houdt hetzelfde beleid. Omdat nou eenmaal internationaal bepaalde ontwikkelingen aan de hand zijn. Dat is groter, daar is Europa deel van dat dilemma. Want het is een dilemma natuurlijk. Want je kiest je leiders, maar die kunnen vervolgens niks doen. Wat voor democratie leven we dan in? Ik denk dat als we het over die onvrede hebben, dat dit veel eerder de onvrede is. Waarbij de nationale leiders altijd maar weer Europa de schuld geven. Europa is niet perfect. Ja. Dat is geen enkel bestuur, dat is geen enkele administratie. Maar de onzin die ik af en toe hoor over Europa, zelfs iemand als Timmermans die beter weet, die kan... Maar hij was toen nog geen commissaris. Mag ik iets bijvoegen? Eigenlijk, ik voel ook dat zolang dat de Europese integratie hand in hand ging met betere economische omstandigheden en ook minder ongelijkheid in de maatschappij, dan was er steun ervoor. Ja. Dat is waar. Maar met de ultraliberale revolutie 30 jaar terug is de richting veranderd. En lees Piketty en je ziet dat ongelijkheid altijd aan het stijgen is. En alles, de economisch beleid dat op Europees niveau beslist wordt, blijft in dezelfde richting gaan. Minder staat, kleiner sociaal vangnet, meer competitie over belastingen. Dus wie wint eraan? 1% van de bevolking. Het is geen verrassing dat 99% van de bevolking zegt, zonder mij. Ja. Arend-Jan, de liberalen zijn toch de schuld van... Wij zijn de schuld van alles. Arend-Jan, ik krijg nu excuses van de liberalen. Dames en heren, ik als VVD'er, ik ben de verschrikkelijkste man. Ik stel een hele serieuze vraag over Hongarije. En daar wil ik heel graag iets over zeggen. Nee, maar Hongarije werd genoemd. En Laurens-Jan zei er ook wat over. Ik heb voor GroenLinks nog een laatste mededeling. 72% van de Duitsers vindt dat als de Baltische Staten een militair conflict krijgen, dat we dan niks moeten doen. Hoeveel procent? 72% van de Duitsers.
Hetzelfde percentage vindt dat de Duitse defensiebegroting absoluut niet omhoog moet, want daar komt alleen maar oorlog van. Nou, nog even, haal even de dominee uit uw hoofd. Denk na aan de boze wereld om ons heen. Denk na dat Orbán al een Poetin-fan is. Ja. Zou het niet handig zijn om een beetje Kissinger te gaan lezen en ons af te vragen, hoe kunnen we de Hongaren en de Polen bij ons houden? Het zijn verdorie ook lid van de NAVO. Hè? Ja. Macht vereist tegenmacht. Dat betekent dus dat het verstandig is om dat goed te organiseren. Ik zou dus in deze situatie, die al heel ernstig is, absoluut niet Orbán nog kwaaier willen maken. Ik zou hem zoveel mogelijk naar ons toe willen halen, want het is niet ons belang dat Hongarije eruit valt. Moet u zich even voorstellen wat dat zou betekenen? Dat gaat ook niet gebeuren. Maar hij wil er helemaal niet uit. Maar dat gaat ook niet gebeuren. Wat hij doet is, hij speelt heel slim. Ja. Hij wil, ja. he wants to have the best of both worlds. Ja. Dus hij wil deals met Poetin en hij wil ook geld van ons. Ja, dat is wat hij wil. Hij wil er helemaal niet uit. Zeker, maar wat hij wel... En als je hem op zijn bek geeft, dat heeft de commissie een paar keer gedaan, toen hij rechters had ontslagen en de pers had gemuilkorfd. En daarmee schond hij Europese regels. Toen Nelly Kroes was dat notabene. Die is in het geweer gekomen, hebben ze het allemaal gecorrigeerd. Ja. Dat doen ze wel. Maar beste Caroline, dat moet op een intelligente manier gebeuren. Alleen maar drukken kan contraproductief zijn. Ze drukken niet zoveel. Maar Caroline heeft gelijk. Ja. Er is uiteindelijk op dat soort punt veel meer Europese cultuur dan we vaak durven te erkennen. En dat komt door die mensenrechten, dat komt door het hard handvest van de mensenrechten, dat komt door wat er allemaal ook aan nationale activiteiten gebeurt. Ja. Die onderbuikgevoelens zijn voor een deel wel waar, maar het komt wat mij betreft ook neer op nationaal leiderschap. Je kunt van een nationale politicus nauwelijks vragen om tegen de Nederlandse Kamer te zeggen, of in de Kamer te zeggen, of de burger te zeggen, eigenlijk is mijn rol minder sterk, het gebeurt meer in Europa. Maar dat moet wel gebeuren. Nou, maar dan op de Van der Stoel-methode, niet voor de camera. Maar dat gaat gebeuren. Maar er is geen twijfel over mogelijk dat het gaat gebeuren. Ja. De gedachte dat je een nationaal parlement moet opwaarderen om Europa meer te controleren is net hetzelfde als wanneer je zegt de provinciale staten moeten een sterke rol spelen om de Tweede Kamer te controleren. Dat gebeurt ook niet. Ja. Dus er zitten een heleboel rare dingen. We zitten in een overgangsfase. Ja. Meer realisme. Ik heb en het nationale parlement gezeten en het Europese. Ja. Als je mij nu zou vragen waar heb je het leukste het gehad, heb ik in het Europese parlement gezeten. Het nationale parlement wordt toch minder belangrijk. Helaas. Het is vervelend. Maar die mensen die daar zitten, die moeten accepteren dat ze nu de komende tijd de provinciale staten van Nederland zijn. Ja, dat is daarom dat ik daar wil blijven. Goed. Dat is daarom dat ik daar wil blijven zitten. Je bent optimistisch dan niet. Nou, dames en heren, deze woorden besluiten we de avond en ook de reeks Project Europa. Ik heb er enorm van genoten, ook van vanavond. Ik dank jullie allemaal. Ik dank u. Applaus. En we kunnen napraten aan de bar. Ik was toch niet te goed. Yeah.